Iedereen. Ik zie dat 6:30 is, maar ik dacht dat nog eventjes wachten was op de burgemeester. Als ik dat hier juist zie, zie ik hem nog niet aanwezig. We hebben één puntje van Schiepen Blondrok, anders beginnen we daar alvast mee. Of? Ja, Sandrine, trouwens, Dirk had vanmiddag voorgesteld dat we met mijn puntjes... Het zijn er twee, het is niet één, het zijn twee puntjes. Ja. Oké, okay. gaan we beginnen, Sandrine? Dirk, ja, die zal zo meteen wel aansluiten. Oké, okay, goed. Het eerste puntje gaat over de opname van 5 Brugse bibliotheekcollecties in het welbekende, het is er al een paar keer besproken, ingemaakt tenminste, bibliotheeksysteem. En we vragen de gemeenteraad goedkeuring voor de opname dus in dat systeem van die 5 bibliotheekcollecties die jullie in het overzicht gezien hebben. Dat is het eerste puntje. Het andere puntje is, zoals elk jaar, toelichting aan de gemeenteraad of goedkeuring vragen aan de gemeenteraad van de aanwinsten die bij Musea Brugge zijn binnengelopen in het voorbije jaar, dus in 2020. Voilà, dus ik zie de opmerking van Pascal Ennaert die het een mooi initiatief noemt. Ik zie verder geen vragen, collega's. Dank je, Pascal. Oké. Goed, dan dank ik ook mijn collega's Anne en Koen die hier aanwezig waren om eventuele vragen te beantwoorden. Bedankt, Koen en Anne. Oké. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik weet niet of de meester nog lang. Nee, ik ben aanwezig. Ah, excuseer, burgemeester. Ja. Ik was aan het kijken of ik u niet zag toekomen, want ik heb erover gekeken. Hallo, ik ben altijd heel voorzichtig, als ik ben er. Ja, stilletjes, ja. Goedenavond, burgemeester. Het woord is aan u. Dank u wel. Maar wat punt 1 en wat punt 2 betreft, gaat eigenlijk over de jaarrekening van de politiezone Brugge en de begrotingswijziging 1. Daarvoor zijn de korpschef hier aanwezig, maar er zijn ook Cathy Broekhaart, die bijzonder rekenplichtige is voor de politie. En ze heeft een presentatie voorzien voor wat betreft punt 1 en 2. Ik zal voortaan het woord geven aan Cathy Broekhaart. Ja, dank u wel, burgemeester. Goedenavond iedereen. Ik hoop dat iedereen mij kan horen en ook de presentatie zien. Dat is altijd digitaal eventjes spannend. Voorlopig nog niet. Voorlopig nog niet? Oei. We horen de presentatie zien we nog niet, Cathy. Zien we nog niet. Oei. Daarnet lukte het wel, he. Tijdens de testcase. Ja. De meeting starten, maar op dit moment... Ja, voilà, daar ben je. Ja, ja, oké. Okay. Goed, goedenavond iedereen. Vanavond is inderdaad een grote brok politiefinanciën. En op het menu staat inderdaad de jaarrekening 2020. En de begrotingswijziging 1 van 21. Traditioneel, maar niet zo traditioneel in een coronajaar, wens ik eerst en vooral de boekhouders, Geert en Sophie, van de lokale politie te bedanken voor de voorbereiding. Uitstekende voorbereiding trouwens van deze documenten. En ook uiteraard de hoofdcommissaris Vink en de korpschef voor de samenwerking in 2020. De korpschef is hier aanwezig voor de beleidsmatige zaken en ook Geert Micholt, de boekhouder, is aanwezig voor eventueel technische vragen die kunnen gesteld worden na de twee presentaties. Maar goed, we starten eerst met de politierekening 2020. En wat is dat concreet? Dus dat is de financiële toestand van de lokale politie op 31 december 2020. Dus het is een beetje een takeaway, zoals dat in coronatijden is. We brengen het tot in uw huiskamer. En als de volgende slide nu ook nog wil... Ja, inderdaad. Dus de politierekening bestaat uit twee delen. Hè. Dat is, enerzijds heb je de budgettaire boekhouding, 31 december 2020, en anderzijds de algemene boekhouding. Nu, dat is een beetje vakjargon, maar budgettaire boekhouding, dat is eigenlijk de kas. Hè. Wat gaat er in en wat gaat er uit? En dan heb je natuurlijk de resultaten eind 2020. En het tweede deel is de algemene boekhouding. Dat is daar een beetje aan toegevoegd om een zicht te hebben op het patrimonium. Dat is zoals een privéboekhouding. En dan heb je dan een balans- en resultatenrekening. Nu, ik hoef
de meeste van jullie er niet aan te herinneren, dat politie nog altijd een boekhouding voert onder de federale richtlijnen. Dat betekent dat het beleidsmatige luik niet gekoppeld is aan de cijfers. Dat is een beetje een mankement ten opzichte van onze stadsboekhouding, hè, waar dat je dus alle strategische doelstellingen, ook de beleidsopvolging, wel degelijk in de boekhouding kunt terugvinden. Maar die politieboekhouding, de richtlijnen zijn daarvan inmiddels meer dan 30 jaar oud. Dus het wou werken aan de winkel daar federaal om dat wat bij te sturen, want die BBC of Vlaamse regels zijn natuurlijk veel recenter. Nu, als we dan een keer inzoomen op de resultaten van die budgettaire boekhouding in 2020, dan zie je onmiddellijk dat we een exploitatieresultaat hebben, of een begrotingsresultaat eigen dienstjaar, van 3,6 miljoen euro. En dat is een kleine 650.000 euro hoger dan vorig jaar. Dus dat is het eerste resultaat. Dat is het resultaat van 2020 zelf, als je geen enkele verrichting van voorgaande jaren in rekening brengt. En dan ten tweede, dus ook in het geel aangeduid onderaan, dat is dan het volledige resultaat of het algemene begrotingsresultaat. Als je dus 2020 en alle voorgaande jaren, dus alle financiële resultaten van de voorgaande jaren, reserves enzovoort, optelt, dan kom je aan een resultaat van 8,39 miljoen euro, wat dus eigenlijk hoger is dan 2019, waar dat het dus eigenlijk 4,84 miljoen euro betrof. Nu, als je kijkt naar die resultaten, zijn er eigenlijk twee grote verklaringen waarom dat deze politierekening toch wel afwijkt en beduidend beter is dan 2019. En dan zie je dat er 3,6 miljoen euro minder uitgegeven is aan personeel. En dat is een combinatie natuurlijk van factoren. Hè. Zeer bijzonder jaar, coronacrisis. Dus er waren geen evenementen, er waren geen manifestaties. Dus je hebt ook geen inzet van dat politiepersoneel. Het doet natuurlijk ons wel een keer stilstaan hoeveel dat evenementen eigenlijk wel aan de politie kost. Hè. Dat een aanzienlijke kost is voor de lokale politie. Er waren ook een aantal minder uitgaven. Dat ga je wel zien straks in de realiteit. Realisatiegraad. En er waren meer ontvangsten, vooral dan van de vorige jaren, van de federale overheid, nog aanvulling van die sociale toelaat. Maar goed, wie daar een detail van wil zien, kan dat in zijn dikste bundel vinden dat je voor vandaag kreeg. Dat is op pagina 65. Als we dan eventjes kijken naar de realisatiegraad, zoals dat ik zei. De realisatiegraad, en wat is dat precies? Dat is een beetje zelfreflectie. Dat is kijken hoe adequaat dat wij in 2020 gebudgeteerd hebben. En dan zie je in de eerste kolom wat onze eindbudgettering was voor het jaar 2020. En dan zie je in het geel aangeduid de rekening 2020, wat dat wij eigenlijk werkelijk uitgegeven of ontvangen hebben. En dan zie je dat we bij de ontvangsten een realisatiegraad hebben van 97,78%. Dat is goed geboerd, kun je zeggen. We hebben daar zeer nauw gebudgeteerd. Bij de uitgaven merk je wel degelijk een overraming. Een beetje dezelfde uitleg van daarstraks. Die personeelsbudgetten en ook het feit natuurlijk. Budgeteren in coronatijden is bijzonder moeilijk. Allee, je moet budgeteren. 6 maanden of een jaar ver. En het is nu zelfs moeilijk om te budgetteren 1 maand ver. Dat zal niet alleen bij de lokale politie zo zijn, maar ik denk dat dat in heel veel bedrijven nu ook het geval is. Dus vandaar dat we toch wel wat afwijken van die oorspronkelijke budgettering. Als je dan eventjes dieper inzoekt op de evolutie van onze gewone ontvangsten, dus wat we in exploitatie gedaan hebben, dan merk je dat de gewone dienst een lichte daling geeft van de prestatieontvangsten. En ook daar, het is een lichte daling hoor. Je ziet dat bijna status quo is ten opzichte van 2019. Nu, dat komt vooral ook door het tariefreglement, natuurlijk rond het parkeerverbod, wat minder ontvangsten, ook tussenkomsten in voetbalwedstrijden die er niet waren, zijn er natuurlijk niet. Dus dat is wel allemaal perfect in de lijn van de verwachtingen in coronatijden. En als je dan kijkt naar de toelagen en de overdrachten, zie je dat dat wat gestegen is met 2,78%. En dan zie je dus eigenlijk dat er van die 44,36 miljoen euro eigenlijk 30.050.000 afkomstig was van de stad in 2020. En dat we van de federale overheid 14,30 miljoen euro ontvangen hebben.
De stad komt steeds meer tussen, procentueel. En dan nog een klein aantal schuldontvangsten die natuurlijk jaarlijks gelijkaardig is. Nu, als je dan kijkt naar de evolutie van de gewone uitgaven, dan zie je bij de werkelijke personeelsuitgaven in 2020 dat er daar eigenlijk een stijging is met 1% tot 34,39 miljoen euro. Een detail van die personeelsuitgaven, toch wel een belangrijke brok van deze politierekening, kun je vinden op pagina 60. En dan zie je dat we in 2020 378 operationele personeelsleden hadden en dat we daar ook 12 operationele personeelsleden hadden bij de politie die genoten van de NAVAP-regeling. En wat is de NAVAP-regeling? Dat is een non-activiteit voor pensionering. Dus in totaal 390 operationele politiemensen hebben wij op de payroll gehad. We hadden 71 KALOG personeelsleden, kadre logistiek, maar dat zijn natuurlijk de administratieve mensen bij de politie. Dan, als je de evolutie van de werkingsuitgaven bekijkt, die 10% beslaat van de werkingskosten, van de totale kosten in 2020, dan zie je dat dat 4,63 miljoen euro was. Nu, daar is vooral vermeldenswaard dat we daar 150.000 euro corona-gerelateerde uitgaven hadden. Dan was er al rond die chirurgische mondmaskers uit China, dacht ik. Handgel enzovoort. Een detail daarvan vind je op pagina 61 en 62. Dus waar dat je de voornaamste stijgers en dalers vindt. En dan tenslotte zie je de schulduitgaven, die goed zijn voor 4% van onze totale uitgaven, dus voor 1,88 miljoen euro. Wij hebben in 2020 1,42 miljoen euro betaald aan aflossingen, 451.754 aan interesten. En hoe was dat vooral? Die schuld is eigenlijk samengesteld enerzijds uit lange termijn kredieten en er is voor 13,5 miljoen euro medium turnout die afgesloten zijn in 2018 aan een rentevoet van 1,226% als je nog goed herinnert. Daar is vooral vermeldenswaard dat de banken in 2020 voor het eerst negatieve interesten aanrekent. Ik zie dat ING het straks ook doet voor de particulieren. Dat betekent dus als je op zichtrekeningen geld staan hebt, dat je daarvoor en boven een bepaald barema, voor de lokale politie is dat 1,5 miljoen euro, dat je daarvoor moet betalen. En we hebben 768,32 euro betaald in 2020. Iedere euro dat we aan de bank moeten betalen is te veel. Natuurlijk, dus wij zorgen ervoor dat dat tot een minimum beperkt wordt. Heel vreemd, maar ik ga ineens terug. Ja. Als je dan kijkt naar de investeringen in 2020, dan merk je onmiddellijk 2,56 miljoen euro geïnvesteerd. En de hoofdbrok is eigenlijk digitalisering. Dan zie je enorm wat investeringsuitgaven voor informatica-materieel. Dus zelfs meer dan een miljoen euro. En er werd uiteraard ook geïnvesteerd in voertuigen. Dat waren er 14 in 2020, goed voor 786.269 euro. En navraag leert dat dat zelfs milieuvriendelijke voertuigen waren die aangeschaft werden, dus dat is ook wel belangrijk. Dus aan andere investeringen vindt u ook opgelijst in uw bundel. Dus dat was het eerste luik van de rekening. Het tweede luik is de algemene boekhouding. De kerncijfers zal ik u nog meegeven. Dus u ziet het balans totaal. Ja, dan natuurlijk voornamelijk het politiehuis voor een bijna 60% vervat zit in ons balans totaal. En dan een opvolging van de resultatenrekening. Uiteraard komen die resultaten overeen met wat ik daarnet geschetst heb in de budgettaire boekhouding, maar daar vindt u ook in de toelichting nog wat meer detail. Dus dat was wat betreft luik 1, de politierekening. En de politie heeft ook al een kleine begrotingswijziging voorbereid, die dus ook aan deze gemeenteraad wordt voorgelegd. En daar hebben we vooral de inbreng van de rekening, wat ik daarnet gepresenteerd heb, het resultaat moet altijd ingebracht worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. Dat is wettelijk verplicht. Maar daarnaast zijn er ook een aantal
kleine actualisaties. Het is zeker niet groot. Want de korpschef, moet zeggen, voert daar eigenlijk nogal een zeer strak beleid. De begrotingswijziging is zeker geen nieuwe begroting. Enkel zaken die onverwacht zijn of die onvoorzien zijn, mogen ingebracht worden in die begrotingswijziging. Andere zaken schuiven automatisch door naar het volgende begrotingsjaar. Wat dus eigenlijk wel belangrijk is. Als je dan kijkt naar 2020, wat zijn eigenlijk onvoorziene uitgaven? Voor 2021 voor die onvoorziene uitgaven voor de lokale politie. En dat is enerzijds, u weet het wel, het vaccinatiecentrum. Hè. De politie zorgt ervoor dat het vaccinatiecentrum door een externe firma weliswaar beveiligd wordt. Dat is Securitas. En daarvoor betalen we ongeveer €30.000 per maand. Dat wordt wel gesubsidieerd, maar uiteraard moeten we die firma ook betalen. Dus dat wordt ook voorzien in de BW1. En daarnaast hebben we ook het WK wielrennen in 2021 in september, die ongetwijfeld een zeer grote uitdaging is voor Hanzestad, maar ook voor de lokale politie. En daarvoor moeten wij ook de noodzakelijke budgetten inschrijven. En uiteraard, u ziet in de eerste lijn, we brengen het resultaat van de rekening in. U zult denken, oei, dat is precies een ander bedrag dan daarnet gepresenteerd is. Dat komt natuurlijk omdat het resultaat dat wij hebben in politierekening 20, dat er al een prognose van een resultaat was voorzien in de budgetwijziging. Dat was €2,8 miljoen, waardoor dat wij natuurlijk boekhoudtechnisch het restant als resultaat inbrengen. En dat we op het einde van de begrotingswijziging dat we nog €201.197 aan resultaat hebben ter voorbereiding van een volgende wijziging. Dan zie je wat de investeringen betreft, de investeringswijziging boekjaar 2021, dat is zeer beperkt. Men voorziet €40.000 meer voor wanden voor IT, met een klein meerkost voor een voertuig, dispatch €10.000 meer. En dan €25.000 voor een paternosterkast. Ik heb hierover uitleg gekregen van de korpschef welke kast dat precies is, maar het ontsnapt mij, misschien kan hij dat straks nog een keer uitleggen. Maar dus, dat zijn dus de minimale bijkomende investeringen ten opzichte van de begroting 2021. Dus voor de volledigheid toon ik u nog even de evolutie van de gemeentelijke dotatie sinds 2011. U ziet dat we in 2021 nog steeds hetzelfde bedrag van de oorspronkelijke begroting 21 hanteren. Dus de stadsenveloppe wordt wel degelijk gerespecteerd. En dan zie je ook naar de financiering toe van de lokale politie dat een derde gefinancierd wordt door de federale overheid en twee derde en steeds meer door de stedelijke overheid. Dat is trouwens iets dat we enorm in de gaten moeten houden de komende jaren, want men is er wel degelijk over na aan het denken van de financiering van de lokale politie te wijzigen. U weet, de financiering van de lokale politie is nog altijd gebaseerd op de KUL-norm van 2001, waarbij dat men een bepaalde subsidiering heeft toegestaan. En dat is wel degelijk iets wat we moeten in de gaten houden of bewaken. Voilà, dat waren de twee stukken rond de politiefinanciën. Ik wil bij twee slides ook nog eventjes stilstaan. Wellicht hebben er een aantal mensen in de pers gelezen vorige week het mediabericht dat ons bereikte, zeer chockerend, dat er een collega in de zone, politiezone Middel, dat er daar fraude was en dat die man eigenlijk maar liefst €630.000 geld besteed heeft voor privédoeleinden. Dat is gebeurd blijkbaar in de laatste 10 jaar. Uiteraard gaat men dan binnen de politiezone, maar ook binnen de stad, eventjes nakijken. Ja, is dat bij ons iets dat mogelijk is? Hoe komt dat? Nu ook Vloofin, de Federatie van Ontvangers en Bijzondere Rekenplichten, heeft daarbij stilgestaan. Hoe dat dergelijke fraude kan gebeuren. En het antwoord is daar duidelijk. Die man deed alle financiële verrichtingen binnen die politiezone, niet wat kleinere politiezone zelf, waardoor dat hij eigenlijk kon bestellen, boeken en betalen allemaal zelf, waardoor dat er niemand in de gaten kreeg dat er dus geld verdween.
Nu, er was dus inderdaad geen enkele vorm van controle of functiescheiding. Nu, ik kan absoluut garanderen dat dat bij politiezone Brugge wel het geval is. Dat we voldoende functiescheiding hebben en dat we ook het procesbeheer en de controle wel degelijk met het vierogen of zelfs met het zesogen principe hanteren. Hè. Met twee boekhouders, de hoofdcommissaris, de korpschef en ikzelf, die dus toch wel toegang hebben tot die boekhouding. Maar ik wil wel in het algemeen, en zeker voor mensen die ook federaal actief zijn, zeggen dat de boekhouding van de politiezone wel degelijk fraudegevoeliger is dan die van een stadsboekhouding. En hoe komt dat? Voor de betalingen hanteren wij nog altijd verplicht wettelijk één handtekening voor de betaling. Dat is natuurlijk ten opzichte van de stad, waar dat er altijd twee handtekeningen nodig zijn voor een betaling uit te voeren, toch iets onveiliger. Dat is trouwens bij de stad al zo van 2007. En de politie heeft ook geen verplicht intern financieel controlesysteem. Wij hebben dat wel ingevoerd. Wij viseren ook alle dossiers van politie voor de beslissing. Dat gebeurt niet in alle zones, omdat dat niet verplicht is. En misschien als laatste, ja, het is zo, we hebben het ook in Antwerpen gezien, hè. Een intern controlesysteem biedt slechts, jammer genoeg, een redelijke zekerheid. Hè. De stroper is dikwijls wat sneller dan de boswachter. Maar we doen er toch alles aan, en ik denk dat de korpschef dat alleen maar kan bevestigen, om te zorgen dat die gemeenschaphelden goed bewaakt worden en onder controle zijn. Ziezo, dat was, voorzitter, dat was mijn presentatie voor vanavond. Ik weet niet of dat er daar vragen rond zijn. Ik zie voorlopig nog niets binnenkomen, collega's. Zijn daar vragen voor Cathy? Alleen de korpschef moet nog uitleg geven over die paternosterkast. Korpschef? Dat had ik al gevreesd. Dat heeft niks te maken met enige religieuze beleving. Dat is een wat complexer meubel. Voor diegenen die het ooit gezien hebben, wat ook in het gemeentelijk strafregister vroeger ter beschikking was. Een enorm groot meubel dat je ook niet meer kunt verplaatsen. En dat semi-digitaal wordt aangestuurd. Maar waarom dat nu precies een paternosterkast heet, dat was gewoon om jullie aandacht aan te scherpen. Daar geen enkele andere verklaring voor. Oké, bedankt. Ik zie ondertussen een paar vraagjes. We beginnen met collega Van Tichem. Dag Geert. Ja, dank u wel, collega's allemaal. Achter korpschef, mevrouw Boekhaart. Voor eerst de dankwoord, hè, aan alle mensen die inderdaad meegewerkt hebben aan deze zowel terug zeer lijvige en kwalitatieve documenten. Chapeau voor alle mensen van de politie die eraan meegewerkt hebben. Ik heb maar een klein vraagje hoor. Over de financiering van de politie. Je hebt het ook gezegd, er is een derde vanuit het federale departement en twee derde vanuit de stad. Wat de stad betreft staat die al nu 2 jaar ongeveer bevroren op 30,2 miljoen. We zijn zelfs iets gedaald vorig jaar. Nu staan we terug op het niveau van 2019. Maar wat de federale toelage betreft, die bedraagt, dacht ik, een derde. Ik dacht 14,3 miljoen euro. Ik zie een detail op bladzijde 76 van de stukken. En ik merk toch op dat die federale toelagen, dat die toch wel serieus in stijgende lijn zitten. Ik zie bijvoorbeeld de NAVAP-toelage, die toch met een 600.000 stijgt. Ik zie ook een sociale toelage met bijna 1 miljoen stijging. Dus ik heb toch, en het staat er ook letterlijk in, de federale toelagen werden verhoudingsgewijs verhoogd. Gelukkig verhoogd. En dat uiteraard betekent dan ook dat, dat uiteraard het resultaat op het einde van de rit uiteraard er ook veel beter uitziet. Dus de vraag is, wat is de reden, er zal wel een reden zijn, waarom dat die federale dotaties dus wel toch aanzienlijk verhoogd zijn? Ik dank u. Wel, u zult zien dat die federale dotaties soms met een jaar vertraging geboekt worden. Hè. Die komen later op de rekening, waardoor u gaat ook zien in de huidige rekening dat er een aantal federale dotaties, sociale toelage 1 en 2, nog binnengekomen zijn voor de voorgaande jaren. Maar het is inderdaad wel zo dat er inspanning geregeld wordt door de federale overheid. We hebben nu recent ook nog nieuws gekregen rond die NAVAP, waarbij dat men een andere vorm van subsidiering gaat inzetten. Dus in die zin klopt dit wel, maar men is ook wel aan het kijken voor een volledig nieuwe vorm van financiering. Maar ik denk dat de korpschef daar iets meer kan over zeggen. Maar hij heeft ook die commissie bijgewoond, dacht ik, waar dat er sprake was van eventueel de politiefinanciering te wijzigen. Ja, misschien eerst nog iets over die NAVAP.
moet het toch wel een beetje relativeren. We krijgen natuurlijk meer kredieten uit NAVAP of voor NAVAP, omdat er meer mensen, heeft te maken met de leeftijdspyramide in het korps, omdat er meer mensen de 58 of 60 jaar bereiken. Hè. De NAVAP-regeling, om even aan te herinneren, is een compensatieregeling die men voor de politie heeft uitgevonden in het kader van de discussie rond de zware beroepen. Zoals je herinneren dat de opeenvolgende regeringen daar niet uit zijn geraakt. Hè, van wat moet je gaan bestempelen als een zwaar beroep en zou dus recht hebben op een vervroegde pensioenleeftijd. Men is daar niet uitgeraakt en men heeft dan gezegd van kijk, we gaan nu een soort van stelsel van, en dat, zo wordt het ook samengevat, een stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het pensioengeven. Maar dat zijn dus regelingen die in Brussel worden afgesproken, nationale syndicaten, nationale onderhandelingen. Maar de kosten ervan, dat is altijd hetzelfde, de sectorale akkoorden die worden afgesloten in Brussel, is allemaal goed en wel. Maar de financiële lasten van die sectorale akkoorden, die zouden eigenlijk altijd op de politiezones en dus op de gemeentelijke bijdrage in de politiezones worden afgewimpeld. En daar stelt zich zeker wat die NAVAP betreft een probleem al een paar jaar, omdat het vierde kwartaal van die NAVAP eigenlijk nooit wordt uitbetaald, omdat Brussel altijd zegt, we betalen nu in functie van onze eigen begrotingsmiddelen. Je kent de federale begrotingssituatie. Dus dat betekent dat we eigenlijk altijd nog moeten ophoesten vanuit de gemeentelijke hoek, want daar komt het eigenlijk op neer, voor beslissingen die in Brussel worden genomen. En de VVSG die vecht dat terecht heel regelmatig aan. Nu, er is al lang discussie, en Cathy heeft het daar juist aangegeven, een discussie over de grondslag voor de financiering van de politiezones en de grondslag voor het vastleggen van die federale dotatie. En men heeft daarvoor beroep gedaan bij de politiehervorming, dat is inderdaad ondertussen 20 jaar geleden, van meer dan 20 jaar geleden, op de zogenaamde KUL-norm. En de KUL-norm, KUL staat voor de Leuvense Universiteit, waar die norm is ontwikkeld. Soms wordt het nu al KUL genoemd, maar in de betekenis die wij aan het woordje geven. En waarom? Omdat natuurlijk, men heeft dat een zeer ingewikkelde oefening, een regresanalyse van gemaakt. En een regresanalyse waarbij ongeveer 80 parameters worden ingebracht om dan te bepalen hoeveel elke politiezone zou moeten krijgen. En de stelregel toen, ik zag ze nog meer in Brussel, was van maak die berekening zo ingewikkeld mogelijk, zodat er geen enkele politicus dat kan in vraag stellen. Maar een aantal van die criteria zijn natuurlijk gewijzigd. Ik bedoel, de realiteit is gewijzigd. Hè. Draai onze samenleving 20 jaar terug en je zit met heel andere gegevens. En dus eigenlijk een hele herberekening van die parameters zou nodig zijn. Maar dan is er een nieuw probleem. Want ook opnieuw omwille van de financiële situatie van onze federale overheid, zegt men van, ja, we moeten dat herberekenen. Dat betekent, als je herberekent, dat sommige politiezones meer zullen krijgen en andere minder. Maar het moet gebeuren binnen een gesloten enveloppe. Want er is geen geld om extra geld, om extra middelen ter beschikking te stellen van de politie. En daar stelt zich een politiek probleem. Dat alle voorbije 4, 5 ministers van Binnenlandse Zaken voor zich uitgeschoven hebben. Want het is natuurlijk ondankbaar als minister om te zeggen, jij politiezone A krijgt meer en jij politiezone B krijgt minder. En dat is politiek een heel moeilijk onderneming. Nu is er ondertussen van de kant van het CDH een wetsvoorstel ingediend. Een beetje een slag in het water of een schot voor de boeg. Dat is misschien beter om het een schot voor de boeg te noemen. Omdat men daarvan de stelling uitgaat van er moet meer geld zijn, maar bon, er is niet meer geld en alles moet herberekend worden. En in dat kader zijn er een aantal getuigen of deskundigen, ik zet dat dan in dit geval echt tussen aanhalingstekens, gevraagd om te getuigen voor de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. En ik was een van die zogenaamde deskundigen, waarbij ik dus een aantal inzichten heb gegeven. En het heeft te maken met een aantal zaken waar de federale politie eventueel zelfs onrechtstreeks zou kunnen bijdragen in financiering van de politiezones. Bijvoorbeeld de gewestelijke verwerkingscentra. Wat zijn de gewestelijke verwerkingscentra? Dat zijn die centra, dat is een rationalisering gebeurd, die de digitale snelheidsovertredingen verwerken.
Dat is een discussie die ook samenhangt met de mogelijke invoering van gas voor snelheidsovertredingen. Ook in Brugge leeft die discussie. Wel, indien dat beter zou gefinancierd worden vanuit de federale politie, dan zou je op die manier natuurlijk onrechtstreeks ook de politiezones ondersteunen, want nu moeten wij daarvoor extra vooral administratief personeel voorzien. En anders gebeurt alles helemaal geautomatiseerd. Een ander voorbeeld zijn de 101 centrales. Wij financieren nog altijd mee de 101 centrales, hoewel dat er eigenlijk een federale, een bovenlokale opdracht is. Maar wij betalen nu nog altijd het equivalent van een vijftal, vier of vijf personeelsleden. Die werken voor de 101, die werken voor de ganse provincie. Terwijl dat we zelf eigenlijk een groot stuk zelf doen, omwille van het feit dat we een eigen dispatching hebben. Dus zo zijn er een aantal voorbeelden die maken dat men toch ergens toch nog wel wat federaal geld zou kunnen vinden om die herfinanciering van de politiezones mogelijk te maken. Maar het is een zeer moeilijke discussie en ik verwacht ze eigenlijk niet opgelost in de komende jaren. Want de discussie natuurlijk, gaan wij in het verhaal, gaan we een winnaar zijn of een verliezer? Dat weten wij natuurlijk niet, hè, want dat hangt natuurlijk af van die parameters die daarin gestoken worden. Bedankt. Is dat een antwoord op de vraag? Ja, dank voor het zeer uitvoerige antwoord. Wordt vervolgd, zou ik zeggen. Hè? Ja, dank u wel. Oké, dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan collega Reus. Goedenavond, collega's. Ik heb twee vraagjes. Mijn eerste gaat over de gemeentelijke dotatie dan. Die is voor 2020, was die wat lager dan eerst voorzien in het initieel meerjarenplan, met 200.000 euro minder. Wat waren daar de effecten van? En ik zal misschien mijn tweede vraag ook meteen stellen. Ik was gewoon nieuwsgierig naar die beveiliging van het vaccinatiecentrum. Hoe is men bij die firma dan uitgekomen? Waarom heeft de politie gezegd van we willen het uitbesteden? Gewoon om die redenering te weten. Dank u wel. Dan misschien Cathy later voor de eerste vraag. Ja, voor de eerste vraag. Dat klopt inderdaad dat de dotatie aan de lokale politie dus iets lager was dan voorzien. Nu is het zo dat er een enveloppe afgesproken wordt voor 6 jaar. Hè, en dat we eigenlijk ieder jaar kijkt hoe dat evolueert. Hè. Ook in het kader van de personeelsindex. Want je merkt dus dat de politiebegroting voor een groot stuk personeelsbudgetten zijn. Dat betekent als je een index hebt die ongeveer 2% is van je personeelsuitgaven, dat kost ons voor de lokale politie 40.000 euro per maand. Hè. Dus we hebben dat bijvoorbeeld in 2020 gehad in maart. We hebben 9 maanden eigenlijk voor 405.000 euro meer uitgaven gehad. Dus we bekijken dat, we evalueren dat. En ook in functie, zeer typisch voor deze legislatuur, is in functie van de investeringsprojecten die er zijn. Wij investeren bijvoorbeeld ook in het politiegebouw van Sint-Andries. De omgevingsaanleg wordt door de stad betaald, maar de politie heeft zich geëngageerd eigenlijk om alle andere budgetten zelf voor hun rekening te nemen. Daar hebben ze voor een reserve opgebouwd. Maar het is wel zo, die enveloppe wordt voortdurend bewaakt en ieder jaar wordt dat ook geëvalueerd in het schepenconclaaf of dat er eventueel bijkomende budgetten nodig zijn. Maar tot op heden, zie je, hebben we een riant overschot en we hebben ook werkkapitaal voldoende, hoeven wij dus inderdaad daar niet op in te grijpen. Ik weet niet of dat voldoende antwoord is, Raf, op uw vraag. En dan de korpschef voor het tweede, de beveiliging van het vaccinatiecentrum. Wat het vaccinatiecentrum betreft, wat er ondertussen is opgebouwd in dat vaccinatiecentrum, dat is een behoorlijk totaal. Ik denk aan het informatica materiaal, maar ik denk vooral ook aan de vaccins die daar onvermijdelijk aanwezig zijn. En die vaccins zouden wel een keer een zeer gegeerd goed kunnen zijn. Dus dat maakt het nodig van de schaatspiste van het Boudewijnpark, van dat extra te beveiligen. Nu, daar zit geen enkele elektronische beveiliging op dat gebouw. Dus het moet wel gebeuren door een fysieke aanwezigheid. Nu, een bewaker moet daar dan 24 uur op 24 aanwezig zijn.
pure statische bewaking dat laten doen door een politieman in een element, dat zou eigenlijk zeker en financieel, maar ook naar belasting van naar werkbelasting, zou dat eigenlijk geen verstandige beslissing geweest zijn. Hoe zijn we bij de firma Securitas uitgekomen? Zeer eenvoudig. De politiezone Antwerpen heeft een opdrachtencentrale, waarbij in de tijd, volledig conform, enfin, dat is 2 jaar oud ongeveer, volledig conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, de firma Securitas die opdracht heeft binnengehaald, die overheidsopdracht heeft binnengehaald, met een heel assortiment aan opdrachten, of mogelijke opdrachten. Onder meer de gewone statische bewaking, wat je verwacht van een bewakingsmaatschappij, zit daarin. En wij kunnen, en alleen de politiediensten kunnen op die opdrachtencentrale een beroep doen. De gemeentebesturen niet. En dat is de reden waarom die kost voor die bewaking door de politiebegroting transiteert. De stad zou dat niet gekund hebben en de stad zou eigenlijk een aparte overheidsopdracht moeten uitschrijven hebben voor die bewaking. Overigens, we gaan hetzelfde doen voor de organisatie van het wereldkampioenschap tijdrijden. In die zin dat er bijkomende mobiele camera's zullen worden opgesteld langs het parcours. Ook dat is een aanbod dat binnen dat assortiment van Securitas bestaat. En waar we opnieuw op grond van diezelfde regeling werken via een opdrachtcentrale een beroep zullen doen. Is dat voldoende? Dat is voldoende, dank u wel. Oké, dank u wel. Ik verloop het dan heen. Verdere vragen meer, dacht ik. Ah, sorry, nog Andries wil nog een vraag stellen, ja. Ja, heel kort hoor. Die dubbele handtekening, is dat niet eenvoudig op te starten als beveiliging? Ik moet zeggen, het is geen wettelijke verplichting en het is iets dat nog niet ingevoerd is bij ons. Het is wel zo dat de boekhouder een voorafgaande controle doet en dat ik teken voor betaling. Maar met wat we nu, in de pers, wat dat er nu in de pers verschenen is, denk ik dat het alleszins een optie is om een keer na te gaan of wat wij vrijwillig mogen overschakelen naar een dubbele handtekening bij betaling. En dat betekent dan wel betaling voor bankair verkeer. Hè. Dus dan moet je ook toelating hebben van de bank in kwestie en moet het ook moet het haalbaar zijn in het systeem. Maar ik denk inderdaad dat het goed is omdat we een keer nakijken of dat we dat in de toekomst niet kunnen invoeren door bijvoorbeeld ook de korpschef mee te laten tekenen of de hoofdcommissaris voor een uitgaande betaling van de lokale politie. Maar het is geen verplichting. En het gebeurt, volgens mij weten, want dat kan de korpschef misschien beter doen, maar het gebeurt ook nergens in geen enkele politiezone. De wetgeving wordt natuurlijk ook strikt geïnterpreteerd op dat vlak. Oké, dank u. Oké, dank u wel. Dank u wel, Cathy, voor de presentatie en de korpschef voor de uitgebreide antwoorden van jullie beiden. En dan geef ik graag het woord terug aan de burgemeester voor punt 3. Dank u, voorzitter. In punt 3 wordt u voorgesteld om een nieuwe scanner aan te kopen. Dat is eigenlijk het digitale archiveringssysteem van de politie die sinds 2016 over een scanner beschikt, maar die moet vervangen worden. Het is een uitgave van €7.323. En omwille van de compatibiliteit met wat al bestaat, wordt voorgesteld om bij de firma Ricoh uit Vilvoorde dit aan te kopen. Dan in punt 4 wordt voorgesteld om 2 bijkomende audiovisuele schermen voor het politiehuis aan te kopen. Dat over een bedrag van €5.392 en een onderhoudscontract. In punt 5 wordt de tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer naar aanleiding van de 11-stedenronde ter goedkeuring voorgelegd. En in punt 6 is er een aanvulling of een aanpassing van het retributiereglement voor wat betreft als gevolg van het invoeren van de blauwe zone in een aantal wijken in Zeebrugge, beslissing van het Zeepcollege van 2 april. Dus het retributiereglement, omdat men dus een retributie betaalt wanneer men niet de kaart legt, is geen boete die betaald wordt, moet er dus een aanpassing voor gebeuren. En er is ook nog een aanpassing die doorgevoerd wordt voor de mogelijkheid om parkeerkaarten voor autodelen te voorzien. Daar is inderdaad een vraag van Janus.
Ja, goedenavond. Ik heb nog een vraag daarover. Ik zie dat er een tarief 1 is en een tarief 2 in het retributiereglement. Maar zijn dat niet gewoon twee dezelfde tarieven? Kan dat niet gewoon samengevoegd worden? Ik kijk dus naar Tommy. Tommy, die aanwezig is. Tommy, kun je daarop antwoorden? Waarschijnlijk gaat het over het verschillend tarief voor de bewonersvergunning. Koen, we hebben een tarief van 50 euro. Dat is voor de binnenstad. De tarifering voor de binnenstad. Ja. En tarief 1 en tarief 2 is verschillend omdat dat op een verschillende locatie is. Tarief 1 is het parkeren in de, op de kies- en rijdzone. En tarief 2 is tarief, dacht ik, in de, of het is omgekeerd. Tarief 1 is in de binnenstad en tarief 2 is op de kies- en rijdzone. Dat is eigenlijk om het kort parkeren in de binnenstad mogelijk te maken. En het tarief 2 is dan specifiek voor de stationsplein. Maar het bedrag is bij beide hetzelfde. Het bedrag is bij beide hetzelfde. Ja, vandaar de verwarring. Ja, oké, okay, dat is goed. Bedankt. Jasper, je had ook nog een vraag over dit punt. Ja, dank u, voorzitter. Sandrine, goedenavond iedereen. Burgemeester, typisch voor een badstad zijn tweede verblijvers. Dat is duidelijk wat daarmee moet gebeuren. Ook typisch voor een badstad met een jachthaventje. Dat zijn mensen met een boot, een vissersbootje, een plezierjachtje. Wat is daar precies de status daaromtrent van die mensen? Kunnen zij een kaart vragen? Of hoe werkt dat nee, precies? Maar er is wel een regeling uitgewerkt met de MDK, die daar eigenlijk ook voor een stuk bevoegdheid heeft, maar ook met de jachtclub, dat er eigenlijk een aantal parkeerplaatsen voorbehouden worden voor de jachten, of voor de jachtclub, met een beugel. Waarbij dat de jachtclub eigenlijk een sleutel heeft om dus de beugel plat te leggen en dus een aantal parkeerplaatsen daarvoor te behouden. Er is ook, want er zijn natuurlijk mensen die met een zeilboot of met een motorboot op zee gaan en die langer dan 4 uur weg zijn. De Graaf Jansdijk beschikt over niet minder dan 180 parkeerplaatsen, meen ik, en die zit buiten de blauwe zone. Dus dat is eigenlijk op zeer korte wandelafstand van de jachtclub. Oké, dank u wel. Burgemeester, mag ik ook zelf nog kort iets mogen vragen daarover? De dijk zelf, de hoogte van de surfclub Icarus. Hè? Dus als je de dijk krijgt, dan de zee krijgt helemaal links. Is dat daar dan ook blauwe zone? Ja, dat is ook blauwe zone. Het is eigenlijk zo dat we gekeken hebben voor wat betreft de Strandwijk, dat er 1200 bussen zijn, brievenbussen, en dat er eigenlijk een 600 parkeerplaatsen zijn. En we zitten al aan 400 en zoveel tweede verblijvers. Dus eigenlijk is er goed dan ook parkeerplaats tekort, wat we dachten eigenlijk in eerste instantie. Laat ons toestaan dat er parkeerkaarten worden gegeven aan de bewoners, wie daar gedomicileerd is. Zoals in de Brugse binnenstad kun je dan eigenlijk twee kaarten krijgen. Twee parkeerkaarten krijgen. En eigenlijk drie, maar dan moet je ervoor betalen. En dan eigenlijk ook, we hadden gedacht ook de tweede verblijvers, maar dat is niet mogelijk. We zitten er aan te veel. Maar ik ben wel van oordeel dat we het nauwgezet moeten volgen om te kijken wat er zal gebeuren. We gaan dus in de maand mei gaan die parkeerkaarten verkocht of uitgedeeld worden aan wie het aanvraagt, aan bewoners. En dan gaan we moeten kijken of we eigenlijk geen parkeerplaatsen over hebben. Dus dan moeten we eventueel kijken of we inderdaad twee delen, er zijn eigenlijk twee grote parkings daar die in die blauwe zone zitten. Dat is de Londenstraat en de Zeedijk tussen de Londenstraat en de Surfclub. We moeten kijken of dat eigenlijk veel gebruikt wordt door bewoners of niet, want je hebt daar een beperkt aantal bewoners uiteraard op de Zeedijk, maar voor de overige niet. Tja, misschien moeten we dat eigenlijk dan later dan terug uit de blauwe zone sluiten. Nee. En kunnen we het niet omgekeerd doen? Nou lief, nu onmiddellijk doen. Ja, en kijken als er tekort zijn om dan uit te breiden naar dat stuk? Ja, dus de klacht komt eigenlijk nu van de bewoners dat zij geen plaats hebben. En dus mathematisch, op basis van de cijfers van het aantal parkeerplaatsen en het aantal bewoners, hebben we parkeerplaats tekort. Dus we kunnen dat nu niet doen. Maar we gaan het heel nauwgezet opvolgen, wat dat de gevolgen zijn,
om dus dat daar terug mogelijk te maken. Maar je kunt wel, en ik wil dat toch eventjes op wezen, als je dat vergelijkt met de ons omringende badplaatsen, Knokke-Heest is het allemaal betalend, Blankenbergen allemaal betalend, dan ga je verder naar De Haan, Wenduinen, daar is het blauwe zone 1 uur. Hè? Dus we zijn al heel mild, denk ik, door eigenlijk te starten met die 4 uur, en we willen ook niet minder gaan. Er is ook voldoende, er is ook nog wat bijkomende parking. Voorzien dus de parking D aan de overzijde van de Koninklijke Baan, plus de parking Elia, zijn volledig gratis en onbeperkt in de tijd om daar te parkeren. We hadden ook al vorig jaar de kazerne Knapen, die als overloopparking kan gebruikt worden op zeer drukke momenten. Ook daar proberen we dan toch wel nog, ondanks het feit dat het eigenlijk de bedoeling is om kazerne Knapen als park in te richten, om toch wel, zeker aan de ingang van het park, dan toch wel nog bijkomende parking te voorzien. Hè. Dus in die zin, momenteel, we hebben zelf wat getwijfeld, wat doen we daarmee? Nemen we het er nu in of nemen we het er nu niet in? We gaan het zeer nauwgezet opvolgen en eigenlijk kan het gemakkelijk gereduceerd worden. Hè. Dus we kunnen via een besluit van het college kan de zone eigenlijk beperkt worden. Dank u voor uw antwoord, burgemeester. Ik geef graag nog een keer het woord ook aan mijn collega Jean-Marie de Bank. Ja, goedenavond collega's wel. Ik had inderdaad nog een aantal vragen, maar de burgemeester heeft de meeste nu al beantwoord. Dan als men naar de toekomst toe uitkijkt naar eventueel bijkomende parkeerplaatsen, want natuurlijk Zeebrugge, Bad vertelt niet zoveel vaste bewoners. Er zijn inderdaad heel veel tweede verblijvers, heel veel bruggelingen, die dus ook hun 1200 euro of hoeveel is het al tax betalen per jaar. Maar die zijn natuurlijk een beetje misnoegd. Die gaan een langere periode naar Zeebrugge, dat is hun tweede thuis. En die vallen natuurlijk uit de boot. Die zeggen ook van als wij boodschappen gaan doen, ja, dan zitten wij ook in de miserie. En in feite wonen wij hier even goed. Hè. Wij kunnen niet gelijkgesteld worden. Ik heb verschillende telefoontjes en ook berichten daarvoor gekregen. Wij kunnen moeilijk gelijkgesteld worden met iemand die een dagje naar zee komt. Dus inderdaad, zowel, maar je hebt een aantal toelichtingen rondgegeven. Maar ik zou toch inderdaad vragen om dat mee te nemen, om te kijken wat dat er mogelijk is naar de toekomst toe, om ook te zorgen voor die groep. Het zijn meestal inwoners van onze stad ook. Voor de mensen van de Redenskraai is het duidelijk een oplossing, want ze kunnen dan de Graaf Jansdijk parkeren, waar er inderdaad bijna altijd nog ruimte is. Goed, voor die tweede verblijvers vooral. Je hebt gesproken van de jachteigenaars, maar we zitten met een heel actieve en heel florerende zeehengelaarsclub die aan de Werfkaai zit. Die mensen komen ook met alle hebben en houden naar hun bootje en die gaan op zee gaan vissen. Die zijn ook langer weg dan 4 uur. Ja, die kunnen moeilijk ook alles daar af gaan zetten en dan zoek maar een plaatsje, want uiteindelijk is er weinig plaats. Gelukkig, die mensen betrekken meestal wel wat vroeg in de ochtend, dus misschien zal dat probleem wel oplossen. Maar ik wil me gewoon meegeven, inderdaad, er is al heel lang veel klachten over. Maar ik heb nog één zaak, dan gaat nu het problematiek van Vissersstraat, mijn kwartier, zich niet te lang naar het dorp. Want in de overkant van de straat, hè, en in de Heistraat parkeren, in die andere straat, die kunnen op de naam niet terugkomen. Allee, had het niet verleggen naar daar. En ik denk dat we daar heel, heel goed moeten kijken, heel kort op de bal, want het is dicht bij de tramhalte, Knokke-Heist niet ver. Mm-hmm. We zijn altijd heel duidelijk. Vanaf het stukje, vanaf Knokke-Heist staat er geen ene wagen meer, wat moet betaald worden. Maar het stukje naar Zeebrugge toe staan er altijd personenwagens. De parking dat van de Vlaamse gemeenschap is. Mm-hmm. Dat ligt op Brussel, een groot gebied, maar het staat altijd vol. Ik denk toch dat er de nodige aandacht moet aan gegeven worden. Maar het is wel een goede zet om te zorgen dat die problematiek eens aangepakt wordt, uiteraard. En geen betalend parkeren, want daar hebben we altijd wel wat schrik voor gehad. Dat men ook betalend parkeren zou maken in de heel Zeebrugge. Ja. En dat is het laatste dat uiteindelijk ook de inwoners wel willen. Hè. Ja. Nu, we gaan het nauwgezet opvolgen. De korpschef en ik zelf zijn nog deze week in Zeebrugge geweest. En ook daar kwam die opmerking, zal dat niet verplaatst worden naar het dorp. En we hebben daar eigenlijk ook beloofd dat we dat heel nauwgezet gaan opvolgen. Hè. Maar dat, ik denk dat dat wel snel
dat dat wel snel met een tamtam tot in uw mailbox zal geraken. Ah, ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. Oké, okay, ik zie geen verdere vragen, dus dan kunnen we over naar punt 7 beginnen. Oké. Okay. Dan in punt 7 wordt u het ontwerp en de wijze van gunnen voorgelegd voor de organisatie van een derde centrumlijn, liefst met elektrisch compacte voertuigen. En daarvoor hebben we Bart Slabbink, onze mobiliteitsdeskundige, die daar een toelichting zal bij geven. Eigenlijk kort samengevat komt het hierop neer. Wij hebben dus tot op heden op onze kosten als stad een shuttle-dienst die het vervoer regelt vanaf het station tot aan de Kwazokai. Eigenlijk een verbinding tussen de parking station en de parking Kwazokai, mag je bijna zeggen. Dwars door de stad. Maar eigenlijk wordt die lijn of deze verbinding wordt nu eigenlijk wel, of in het toekomstige circulatieplan voor de lijn, wordt dat daar eigenlijk voorzien. Zodat we eigenlijk niet altijd, en dat gebeurde, er was een beetje kritiek dat men ook nu had op dat shuttlebusje, dat men eigenlijk hetzelfde circuit volgde. Maar er wordt eigenlijk door de lijn, omdat wij ook gevraagd hebben om minder bussen door onze stad te sturen en meer te werken met het systeem op de ring. Er gaan minder bussen door het centrum van de stad rijden. Er rijden eigenlijk nog 2 lijnen door de stad. Maar daardoor worden een aantal wijken minder bediend. En eigenlijk met dit eigen shuttle systeem zouden we eigenlijk wel die wijken bedienen. Maar ik ga het woord geven aan Bart Slabbink die wat toelichting zal bijgeven. Goedenavond. Ja, inpikken op wat de burgemeester verteld heeft. Ik ga straks ook nog een tweede presentatie geven, ook over vervoer op maat, omdat er daar ook nog een aantal vragen kwamen vanuit gemeenteraadsleden. Het is een Hansje boterham, maar de PowerPoint gaat ook via Kathleen ter beschikking worden gesteld van jullie, zodat jullie dat ook kunnen gebruiken als achtergronddocument. Maar zoals de burgemeester aangaf, zitten we dus nu met dat proefproject. Maar dus straks een nieuw bussenplan, waarbij we gekozen hebben voor dat nieuwe overstapmodel, dus geen stermodel meer, waarbij dat ook de voorstadslijnen door de binnenstad gaan. Maar dit is het nieuwe scenario, dus met 2 centrumlijnen die een stuk samenvallen op de rand van de Gouden Driehoek. Waardoor dat we een heel goede performante bediening kunnen hebben van die Gouden Driehoek. En ook een aantal wijken erbuiten, bijvoorbeeld de Kruispoortwijk. Maar u ziet ook dat dan inderdaad, zoals ook in de gemeenteraad ook al meermaals opgemerkt is, dat dan de buurt rond Katelijnenstraat, Gentpoortkwartier en ook aan de andere zijde van het Brugse IJ, Vlamingdam, Sint-Jorisstraat, Ezelstraat, minder bedeeld wordt. Nu, vanuit basisbereikbaarheid, wat de Vlaamse overheid poneert, is dit conform. De loopafstanden zijn gerespecteerd. Dus we hebben die studie gemaakt en we hebben nog een keer pols bij Vlaanderen van moet er toch niet in die wijken ook extra bediening zijn? Zou dat niet kunnen, vervoer op maat? Maar de Vlaamse overheid zag dat niet zitten, want volgens hen het decreet wordt gerespecteerd. Nu, we beseffen, zeker ook met de grote bevolking en ook een oudere bevolking, dat er daar wel nood aan is. Vandaar hebben we met de dienst mobiliteit een aantal scenario's onderzocht. En het college heeft het licht op groen gezet om de middelen die we nu hebben voor die centrumshuttle, om die te gebruiken voor een derde centrumlijn. Dus die complementair gaat rijden aan wat de lijn zal aanbieden vanaf januari 2022. En dit is wat ons voorstel was. Dus u ziet een route vertrekkend aan het station en dan Katelijnenstraat over de markt en dan Vlamingdam, Sint-Jorisstraat en zo kleine ring richting het zand. We beseffen dat we daardoor wel door het voetgangersgebied gaan, wat toch wel wrang met ons vertrekpunt van onze visie op openbaar vervoer. Maar vandaar ook dat we zeggen van we rijden 5 dagen op 7. Want zeker een markt, de korpschef kan dat ook beamen. De markt in een weekend is heel vaak bezet, dus daar moet je ook niet door met een centrumshuttle. Dus vandaar ons voorstel, ook naar jullie, om daar een bestek voor te lanceren voor die dienstverlening 5 dagen op 7. Dit was het basisconcept. Nu, achter de collegebeslissing hebben we een tandje hoger geschakeld in de gesprekken met de lijn. Hebben we het signaal gegeven van kijk, dit is wat het stadsbestuur wenst. En dan heeft de lijn toch kritiek, maar wel in de meest constructieve betekenis geuit op dat plan. Vooral de overlap op de Krillijnen Ring vonden ze wat ongelukkig, omdat we daar echt zitten met al een goede bediening die er van nature door de bus, door de lijn zal zijn. Men heeft 2 voorstellen geopperd, een 8 en 2 lusjes.
twee korte lusjes, maar ons aanvoelen was, we hebben dat ook met in aanwezigheid van de burgemeester besproken, dat zeker dit verhaal met die twee lusjes, ja, dat dat heel weinig reizigerspotentieel heeft. Ook iemand die in de binnenstad woont, zou moeten eerst opstappen op zo'n klein busje, zijn kleine lus, en dan overstappen naar het station, wat toch wel een handicap is. Zeker ook als je vergelijkt met mensen die in Assenbroek of Sint-Michiels wonen, die kunnen wel rechtstreeks naar het station. Ook in dat scenario van die 8 is het al een betere route. Je kan al meer functies bezoeken, je moet al minder overstappen, maar zeker het station was er nog niet bij. Vandaar hebben we nu met de lijn een alternatief tracé uitgewerkt. Een 8 met ook de connectie naar het station. En dat zou het voorstel zijn om eens proef te draaien. Maar, en dat is één grote maar, we zitten op dit moment met werken in de Vlamingdam, Sint-Jorisstraat en ook nog de Katelijnenstraat. Maar het zijn vooral die eerste die vrij lang gaan aanslepen. Waardoor dat deze route en ook zelf onze oorspronkelijke route niet eerst bediend zal kunnen worden. Dus vandaar gaan we het scenario deze lus behouden. Maar wel dan met de Ezelstraat en Gentpoortstraat ingelijfd. Dus een lus in de omgekeerde richting. Maar eens dat de werken van Vlamingdam, Sint-Jorisstraat gedaan zijn, zouden we dit scenario willen doen. Waardoor dat we dan ook beide scenario's kunnen evolueren achter een jaar proefproject. En dat we dan kunnen kijken naar waar zijn de meeste reizigers, waar zijn de Bruggelingen het meest tevreden van. En dan zouden we, als het positief loopt, naar het college kunnen gaan om dat proefproject te verlengen. En zo dus naar een meer permanente derde centrumshuttle te gaan. Waarbij dat we uiteraard ook gaan kijken verder naar gesprekken met de Vlaamse overheid. Of dat dat toch niet alsnog kan ingekanteld worden in het aanbod van openbaar vervoer, eventueel vervoer op maat. Voilà, dat was de toelichting ook bij het gemeenteraadsdossier. Ik ga dus nu meteen door naar de tweede PowerPoint, maar achteraf kan daar uiteraard ook vragen gesteld worden. Nu, in het BEREC heb ik wel een paar keer een toelichting mogen geven voor jullie over het bussenplan. Ik weet dat ik jullie daarmee wat overdonderd heb, waarvoor mijn excuses. Het is een vrij ambitieus plan, alles wordt herzien. Maar momenteel heb ik vooral de nadruk gelegd op kernnet en aanvullend net. Dus op de centrumlijnen en de voorstadslijnen. Met ook een kleine uitstap naar de streeklijnen. Maar tot heden was de uitleg over vervoer op maat de vierde laag in het openbaar vervoer wat ondergesneeuwd. Vandaar dat de burgemeester had gevraagd om ook daar nog een toelichting over te geven. Nu, de vierde laag, de naam zegt het zelf, vervoer op maat, is op maat van lacunes die nu in die bovenste lagen zitten, dus die niet door een voorstadslijn worden bediend. Hij vandaag noemt dat een belbus. Of ook een doelgroepreiziger, mensen met een mobiele beperking. Het is daar dus dat een vervoer op maat, de naam zegt het zelf, voor uitgedokterd is, ook binnen de vervoerregio, waarbij dat de budgetten van Vlaanderen komen, de budgetten die onder andere nu gediend worden voor de belbus, die worden dus ingekanteld in die vervoerlaag mobiliteit, vervoer op maat. En u ziet ook in deze tabel dat er daar ook een ambitieus groeipad is voorzien, om ook daar nog meer budget aan te geven de komende jaren. Het is zo dat Vlaanderen betaalt, maar de burgemeester weet het ook. In de vervoerregio hebben wij ook veel meer te zeggen en kunnen wij zelf ook heel zwaar wegen op waar gaat dat geld naartoe. En zeker bij vervoer op maat kunnen wij aan de knoppen zitten. Goed, er zijn een aantal concepten uitgewerkt, ga die overlopen. Belangrijk is wel om te zeggen, wat we nu doen, is proefproject als het ware, is iets nieuw. Er zijn nieuwe formules die we gaan aanbieden, dus vandaar in het budget zit er ook marge om te zien van, gaat dat budget opgesoupeerd worden? Is er een heel groot succes of niet? Goed, welke vervoer op maat vormen staan in de planning? Flexvervoer, dat is de opvolger van de belbus. Dus zeg vanaf 2022 niet meer belbus, maar wel flexbus. Dus het concept blijft op aanvraag. En dan in de zones die niet of zwakker bediend worden door het klassieke kernnet en aanvullend net. Maar u ziet op deze figuur dat Brugge in feite zeer goed bediend is, of toch in de logica van basisbereikbaarheid. En het gaat dan meer echt over het rurale gebied in de vervoerregio, waar die flexbus van toepassing is. Maar zeker ook in Brugge Noord, bijvoorbeeld in het weekend,
is er daar een zwakker aanbod, kom daar straks ook op terug. En gaan Bruggelingen ook wel op die flexbus kunnen werken. Het systeem is met een mobiliteitscentrale dat die kan gereserveerd worden. Er is ook doelgroepenvervoer. Vandaag noemt dat dienstaanvullend vervoer. Dus dat is voor mensen met een beperking, een rolstoel, waarbij dat ook van deur tot deur kan verplaatst worden. Vandaag een budget van 90.000 euro. In de vervoerregio is geopteerd om dat zwaar op te trekken naar 270.000 euro. Waarom? Omdat de dienstaanvullend vervoer ziet dat er meer vraag is dan het huidige aanbod. En dat is zeker ook voor onze Bruggelingen, want als we kijken naar de gebruikers, 80% van de ritten wordt door Bruggelingen besteld. Dus vandaar die uitbreiding voor die specifieke doelgroep, denken we, is echt wel een heel mooie pluspunt van dit vervoer op maat systeem. Dus een verdrievoudiging naar 305.000 euro. Nachtvervoer is ook een nieuw accent, dat is een nieuw concept. In het bussenplan, ik heb u dat al geduid, gaat het kernnet ook avond en nacht rijden. Dus dat zijn de lijnen die hier in het blauw en in het groen staan. Zeker voor Brugge betekent dat een 30 minuten frequentie. En dan de streeklijnen die blijven rijden s'nachts is een uur frequentie. Maar u ziet dan bijvoorbeeld de côté van Lissewegen, Zwankendamme zou uit de boot gevallen zijn. Vandaar is geopteerd om daar naar nachtvervoer te gaan. Waarbij het concept is dat met collectieve taxis die zones wordt bediend. En die collectieve taxis gaan staan op de Blauwe Toren, waar dat bolletje staat, om dan op maat van aanvraag de bediening van Lissewegen, Zwankendamme in de nacht en het weekend te doen. Dus enkel het weekend. Goed, dan deelsystemen, ook iets nieuw. Basisbereikbaarheid introduceert ook combimobiliteit, dus overstappen van mobiliteitsvormen, waarbij dat ingezet wordt ook op versterking van deelfietsen en deelauto's. Voor Brugge is enkel deelfietsen belangrijk op drie locaties. Niet toevallig gekozen op de rand van Brugse bedrijvigheden en het havengebied, waarbij we in feite vertrokken zijn vanuit de vaststelling dat haven- en bedrijventerreinen in het noorden van Brugge moeilijk met de bus te bedienen zijn. Dat is logisch, ja, naar bedieningsniveau. Dus vandaar goede bushaltes of een trein, bijvoorbeeld Zeebrugge, en dan de last mile met de deelfiets, ook elektrische deelfietsen, zullen er daar geplaatst worden, zodat ook de Brugse haven ook, en ook Blauwe Toren, Herdersbrug, ook goed ontsloten worden. Havenbus wordt ook ingekanteld in vervoer op maat. Nog niet meteen van 22, maar wel vanaf 23 of 24. Dus het concept is dan dat er daar ook vanuit Oostende, maar ook vanuit Brugge, naar de haven, naar specifieke bedrijven wordt gereden. Bijvoorbeeld in de achterhaven voor de Kiwis is dat belangrijk om daar ook naar werknemers die ook daar vervoer op maat aan te bieden. Dan dammen. Is ook een belangrijke vraag geweest van Brugge. Een toeristische bestemming, dus ook weer een vervoer op maat doelgroep, die momenteel zwakker bediend wordt vanuit het kernnet, aanvullend net. Vandaar gaat er gereden worden met een dammenbus, een bus op aanvraag die vanuit Brugge station vertrekt. Dus zeker voor toerisme Brugge, die is daar zeer enthousiast over, omdat we dan echt naar pakketten kunnen gaan. Een toerist die kan ook die dammenbus gebruiken. Dan, niet onbelangrijk, Zeebruggebus. We hebben momenteel de lijnbus 47, waar dat ook Stad Brugge 37.500 euro bij bijdraagt. Naar de toekomst toe wordt dat de Zeebruggebus, omdat we weten, dat was ook een vraag vanuit de gemeenteraad, om die verbinding te versterken. U ziet hier het tracé, dus van Brugge over Lissewegen, Zwankendamme en dan de drie wijken van Zeebrugge die bediend worden. Het routetracé kan nog een klein beetje wijzigen, maar ze worden wel bediend. En waar dat we vandaag zitten met tweeënhalve ritten per dag, gaan we dus in de toekomst naar 6 ritten per dag. We hebben ook gevraagd vanuit het college om daar nog een 7e rit aan toe te voegen, avond. Maar daar is jammer genoeg nog niet op ingegaan. Maar ik heb u ook uitgelegd, er is een groeipad vervoer op maat. En samen met de burgemeester gaan we uiteraard blijven lobbyen dat die 7e busavond ook erbij komt. Zeker ook naar bijvoorbeeld cultureel leven in Brugge is dat toch niet onbelangrijk. Goed, in de PowerPoint gaat u ook zien hoe dat ook een aantal van onze vragen verder zijn opgevolgd.
Maar u ziet dat er heel wat op de planning staat rond vervoer op maat. En uiteraard gaan we dat ook heel nauwgezet opvolgen. En gaat er ook nog een specifieke communicatie komen naar onze bruggelingen. Voilà. Dus dit waren mijn twee toelichtingen. Bedankt, Bart. Dank u wel. Ik zie dat er een paar vragen zijn. We beginnen met collega Bram. Janus? Ja, hallo, goedenavond. Ik heb 6 vragen, dus u mag gerust onderbreken als je direct wil antwoorden. Maar misschien eerst de vragen over de Centrum Shuttle, over het dossier zelf. Zoals ik het goed begrijp, is eigenlijk het traject dat hier voorgesteld wordt in BEREC is anders dan het traject dat in het dossier staat. Dus eigenlijk zou het traject op lange termijn die 8 vorm zijn in plaats van Katelijnenstraat, Sint-Joristraat, het Zandstation. Ja, klopt, hè? Klopt. Okay. Klopt. Ja. Dan omdat uiteindelijk, we hebben duidelijk gesteld dat die 8 momenteel niet mogelijk is, omwille van het feit dat er nog werken bezig zijn in de Sint-Joristraat Vlamingdam. Ja, ja. De Centrum Shuttle, die zal dan vanaf 1 januari, want die wordt eigenlijk nog, die aanbesteding loopt tot april, dacht ik. Maar ik bestaande contract loopt tot mei 2022. Ja. En zal dus, die dan vanaf 1 januari het nieuwe traject rijden? Of? Dat is de bedoeling, Bart. Ja, klopt. Ja. Dus je zal dan vanaf 1 januari het nieuwe traject rijden binnen de huidige aanbesteding. Zo komt er, daar komt dan op neer. Ja, klopt. Ja. En wat is de frequentie nu van de shuttlebus? En wat zal de frequentie zijn van de nieuwe bus? Momenteel rijdt die om de 20 minuten. En die derde centrumlijn hebben we nu, ook omdat we gaan naar elektrische voertuigen, 20 minuten in de spits en 30 minuten buiten de spits. En waarom is dat? Als we werken met elektrische voertuigen, moeten die misschien ook tussentijds opgeladen worden. Vandaar dat in de spits we die allemaal gaan inzetten, is het idee. En dan en buiten de spits, dat er dan eentje kan opladen, zodat we zeker de actieradius de ganse dag kunnen volhouden. Vandaar. Ja. En is het dan ook zo dat die dus 5 dagen op 7 rijden, die nieuwe bus? Ja, klopt. Klopt. Ja. En dan nog de 2 laatste over het vervoer op maat uitleg. Dus ik zie dat de avondlijnen in de week, dat zal dan van 8 tot 11 zijn. Wil dat zeggen dat om 11 uur de laatste bus vertrekt? Of is die dan al bij zijn eindbestemming aangekomen? Ik zou dat moeten kijken en ik dacht dat het zelf 10:30 is. Momenteel is het 10:00, maar op vraag van onder andere het avondonderwijs in Brugge hebben we het van 10:00 naar 10:30 gebracht. Maar ik ken de exacte uren niet. Het zou ook kunnen, bijvoorbeeld voor het avondonderwijs, dat dan de bussen worden gezet om 20:15. Maar die exacte uurregelingen worden nu ook nog opgemaakt. Dus. Ja, en dan mijn laatste vraag, het gaat vlot. Waarom geen autodelen in het noorden van Brussel? Dus hier er vooral gekozen is voor die fietsdeelsystemen, maar geen autodeelsystemen. Nee, momenteel wordt enkel autodelen vanuit vervoer op maat gefaciliteerd in niet-Brugse buurgemeentes, omdat bijvoorbeeld er wordt er een geplaatst in Zuinkerken, omdat daar de bediening vanuit het kernnet vrij zwak is. Dus vandaar, vervoer op maat wordt nu ingezet waar dat er zwakkere zwaktes zijn binnen het openbaar vervoernet. En in Brugge, ja, met onze stadslijnen, voorstadslijnen, is dat niet het geval. Dus dat is een beetje een afweging die gebeurd is in de vervoerregio om bijvoorbeeld enkel maar deelwagens in niet-Brugge in te zetten. Ja. En ook gelet op de budgettaire beperkingen. Ja, voilà. Ik heb nog vanmiddag daarover een vergadering gehad in het kader van de vervoersregio. Waarbij dat er eigenlijk gesteld wordt, ja goed, hoe gaan we nu het budget van vervoer op maat, gaan we dat nu toebedelen aan autodelen? Ja, het budget zal vlug opgebruikt zijn. Hè. Als je moet beginnen met wagens kopen, wagens onderhouden voor autodelen, ja, dan wordt dat wel een duur systeem. Er is eigenlijk te weinig budget om ook dat autodelen in Brugge nu via dat budget van vervoer op maat te betalen. Ja. Maar stel dat op termijn Zeebrugge rendabel wordt voor een private partner, zoals dat nu al een aantal zijn, kan het zijn dat dus daar automatisch autodelen ontstaat, maar niet financiert vanuit vervoer op maat?
En mocht er een voldoende vraag zijn vanuit Zeebrugge om daar een deelwagen te krijgen, dan ben ik zeker van overtuigd dat een van de beide actoren, of van de drie actoren nu eigenlijk, die bezig zijn op Brugsgrondgebied, dat die wel zouden investeren in een plaats in Zeebrugge. En wij zijn graag bereid om hen te faciliteren daarin, om een goede parkeerplaats te hebben. Oké, ja, bedankt. Oké, collega Ennaert. Ja, goedenavond, collega's. Goedenavond, burgemeester. In het stubbekwartier, het buurtcomité, heeft een tijdje geleden gevraagd of het mogelijk was om die centrumbus vanuit de Louis Quazokai ook door het stubbekwartier te laten rijden. En dat het antwoord dat toen kwam, was eigenlijk een vrij logisch antwoord, dat de ommeweg eigenlijk te groot was om het stubbekwartier aan te doen. Maar als ik nu het traject zie van de nieuwe centrumbus, dan kan je eigenlijk via de Nicolaas Lombertstraat en de Scheepsdalenlaan met een omweg van al bij al 400 meter eigenlijk het stubbekwartier, of in elk geval de Leopold-II-laan, eigenlijk op die lus verbinden. Dus mijn vraag is om dat gewoon een keer te onderzoeken of dat interessant en nuttig zou kunnen zijn. Nomweg van 400 meter zorgt weer natuurlijk wel voor tijd erbij. Je moet dan kijken of we nog frequentie halen, niet Bart? Ja, nu zitten we echt aan het flirten met die 30 minuten. En ik vrees dat dat heel nipt gaat worden. Sowieso is het in het reguliere bussenplan zo dat de kernnetlijn geënt wordt op de Leopold 1-laan. Dus die kant van Christus Koning gaat zeker verbetering hebben met het nieuwe bussenplan. De zijde Leopold 2-laan, die wordt in feite op de randen bediend. Zowel op de kleine ring, denk ik dat er meer dan een 10 minuten frequentie is door de combinatie van een aantal buslijnen naar Sint-Josef, Tutzele en zo meer. En dan ook op de Scheepsdalenlaan. En op zich, die loopafstanden zijn ook maar, denk ik, een 200, 250 meter. Dus die zijn ook in onze ogen wel verdedigbaar. Ja. Oké, Pascal, ja. Kunnen we overgaan naar de volgende vraag? Dan geef ik graag het woord aan collega De Kleer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb juist een vraagje in verband met het bestek. In de technische voorschriften staat nu eigenlijk de eerste lijn. Maar nu gaat wijzen naar die 8, dus wat een veel betere bediening zal zijn. Mijn vraag is of dat gewoon ook in bestek kan aangepast worden, zodat er daar later geen discussie over zal zijn. Ik denk dat in bestek de route enkel indicatief is, maar ik ga het vragen aan Bart, die daar beter van op de hoogte is. Dus bladzijde 32. Zoals dat we nu eigenlijk ook zeggen aan de route die nu loopt van het station naar de Quazokai, die wisselen we nu ook vanaf 1 januari. En dus men maakt er eigenlijk geen probleem van, hoor. Dat is, Klopt. En ook met ons proefproject met de shuttle was het ook zo dat hij eerst enkel in het centrum, later is er ook het station bijgekomen en was dat ook geen knelpunt. Klopt. Nee, maar nu staat er wel duidelijk haltes in die straten en er staat wel bij, specifieke locaties worden meegedeeld bij de Hunning, maar nu zijn het wel allemaal andere haltes worden, nee. Houdt niet allemaal, maar toch voor de helft, denk ik. Dus ja, maar ook daar, bij de eerste aanbesteding van de centrumshuttle was halte station er ook niet opgenomen en was het ook geen enkel probleem om die er ook nog bij te voegen. Het is vooral de inzet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, die ook naar personeelskost de kost gaat maken. We kunnen het er nog toevoegen, als we nu in het college of in de gemeenteraad hier nu zeggen, kijk, dat normaal gezien, wanneer dat alles open komt, dat we zouden naar een ander tracé gaan, kunnen we dat nog aan het lastenbok toevoegen. Hè? Als jullie daarmee akkoord zijn. Nee? Ja. Dank u wel. Ja. Nog vragen? Ik zie geen verdere vragen meer, dus dan kunnen we dat punt hier afsluiten. Fantastisch. De punten van Schepen Donkrok hebben we daarnet al behandeld. Ja. Dan springen we naar punt 10. Punt 10 is het HAS-jaarverslag. En daarvoor is Eva Kokuit aanwezig van de preventiedienst die wat toelichting zal geven. Ja, dat klopt. Goedenavond iedereen. Ik ga mijn presentatie delen. Zo.
Ik weet niet, ziet iedereen mijn presentatie? Ja. Super. Goedenavond. 2020 was ook in de gas een bijzonder jaar. Al is het zo dat dit niet een grote invloed heeft gehad op de workload, op de drukte, zal ik maar zeggen, van de dag. Maar toch kunnen we een aantal objectieve cijfergegevens beter omkaderen of toch er een aantal subjectieve opmerkingen aan koppelen. Ik ga eerst dan vooral 2020 een keer kort overlopen en straks zal ik dan verder ingaan op de details. Wat betreft van het aantal vaststellingen dat we hebben ontvangen, dat waren er 327. Dat zijn vaststellingen van inbreuken op een of ander reglement. Daar zien we ten opzichte van het jaar daarvoor, ten opzichte van 2019, een daling van 26%. Maar anderzijds zien we ook een stijging van 24% tegenover 2 jaar geleden. Dus er is wel een daling. Maar wellicht heeft die daling ook wel te maken met het feit dat corona op vele vlakken ook hier roet in het eten heeft gestrooid. Opvallend is dat er slechts 48 wildplasdossiers werden opgemaakt. Dat is eigenlijk historisch laag. Maar ook dit is een rechtstreeks gevolg van corona. Zeker ook als je ziet de vergelijking met de voorgaande jaren, 106 2019 en nog meer in 2018. Nu, op het einde van deze presentatie ga ik jullie een kort overzichtje laten zien. Dat is een overzichtje dat teruggaat 5 jaar in de tijd. En ga ik ook cijfergevens nog beter kunnen kaderen, omdat die dan ook wel goed te verklaren zijn aan de hand van bepaalde acties, bepaalde accenten en zo die gelegd werden. Maar het historische lage cijfer heeft nu wel degelijk rechtstreeks te maken met COVID. Wat is dan de grootste categorie inbreuken binnen de gas? Dat is afval. Afval in zijn ruimste vorm komt denk ik voor iets meer dan de helft van de inbreuken voor. Maar afval wordt ook opgesplitst in een aantal subcategorieën. En een van die subcategorieën is eigenlijk is de inbreuk op de afvalkalender. Dat gaat over het verkeer buiten zetten van afval, het verkeerd aanbieden, niet de juiste zakken gebruiken enzovoort. En daar zien we toch wel opnieuw een stijging. Een stijging die eigenlijk al een aantal jaren wel voelbaar is. Nog opvallend is een bijna verdubbeling van het aantal inbreuken op nachtlawaai. In totaal 39 dossiers in vergelijking met 22 in 2019. We zien ook een grote stijging inbreuken met betrekking tot de loslopende honden. In 2019 ontvingen wij slechts 4 dossiers. In 2020 waren dit er 19. Ten slotte werd er ook opnieuw veel verweer ingediend. En bijna 1 op de 3 dossiers ten opzichte van een kleine 20% in 2019. Dat is ook, denk ik, vooral te verklaren met dat de mensen ook heel veel thuis gezeten hebben. Mensen hadden tijd en maakten van de gelegenheid gebruik om, om verweer aan te tekenen. We zien ook heel veel SIPO's. Een 32% en dat is opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Nu goed, als we kijken over Hans het jaar, dan zien we duidelijk dat de daling zich hier was situeerd. Over het algemeen zien die cijfers er over de rest van de maanden relatief gelijk uit. We zien nog een dipje in augustus en dan nog een kleintje in november, maar dat valt eigenlijk goed mee. Nu, die grote dip is natuurlijk te verklaren door het feit dat men toen pas echt die maatregelen begon op te starten. Toen heeft COVID eigenlijk heel het land op zijn kop gezet en dat voelden wij eigenlijk kort nadien ook. Als we dan kijken naar de soorten inbreuken in detail, dan zien we daar die piek. Dat gaat eigenlijk over die inbreuken op de afvalkalender. Mensen bieden hun afval niet correct aan. Het wordt aangeboden op de foute plaats, op het foute tijdstip, niet in de correcte zakken. Dat
kan een gevolg zijn van corona. We hebben tijdens de verweren die wij ontvangen hebben zeer veel dezelfde redenen terug horen komen. Van ik had mijn afval iets te laat buiten gezet. Ik had niet verwacht dat de ophaalrondes al zo vroeg zouden gebeuren. Want inderdaad, in augustus is er beslist door IVBO om een uurtje vroeger te beginnen met het afval op te halen. En mensen waren daar blijkbaar niet op voorzien. Nu goed, dat is een uitleg als een ander natuurlijk, maar het is wel een vaak voorkomende reden. Dat zullen we straks ook wel zien bij de slide die specifiek rond de verweren gaat. Een tweede piek, ondanks toch het lage cijfer wildplasdossiers, zien we dat dit toch de tweede meest voorkomende inbreuk nog is. Nu, waarom die daling? Ik denk dat het ook logisch is. Er waren op een bepaald moment... we hadden de sluiting van de horeca- en handelszaken. Op een bepaald moment is ook die avondklok ingetreden. Geen evenementen, dus de uitgaansbuurt heeft er ook een tijdje verlaten bij gelegen. En wildplassen is nog altijd een inbreuk die meestal uitgaans gerelateerd is of toch vaak in die uitgaansbuurten wordt vastgesteld. Ook nachtlawaai kunnen we eigenlijk wel gaan verklaren aan de hand van de coronacrisis. Mensen mochten op een bepaald moment dus niet meer buiten en zochten vaak binnenshuis in gezinsverband wat extra vertier met de nodige gevolgen van dien. Dan zien we binnen die ruime categorie afval dat op de vierde plaats het sluikstorten op openbare plaatsen komt te staan. Nu, in vergelijking met andere jaren zit daar niet zo heel veel verschil in. Dus je zou denken met de sluiting van de containerparken een tijdje geweest en het werken op afspraak, dat daarmee te maken heeft. Maar ik kan het niet zo heel goed verklaren. De cijfergevens liggen ook niet extreem hoog of extreem laag in vergelijking met andere jaren. Dus dat is redelijk stabiel. We merken wel dat er meer meldingen binnenkwamen van mensen die en passant van de gelegenheid gebruik maakten om te melden via het meldpunt of andere kanalen dat er sluikstort op die bepaalde plaats lag. Dus dat is wel een direct gevolg ook geweest, vermoedelijk. Nog een piek situeert zich binnen het niet houden van de honden aan de leiband. En ook daar zal je straks zien dat er redelijk wat verweer werd ingediend. De gekste verhalen van mijn chihuahua, waarom moet die aan de lijn? Die doet niemand kwaad, die past als in mijn tas. En dat kan best zijn, maar het is niet dat die mensen of andere dieren zal aanvallen. Wat dat misschien bij grotere hondenrassen wel het geval kan zijn. Maar ze vormen toch een gevaar, want ze kunnen zich onverwacht op de openbare weg begeven. Met als gevolg dat ze kunnen een ongeval veroorzaken. Of dat ze natuurlijk ook zelf een ongeval, dat ze zelf schade kunnen oplopen. En dan een laatste piekje, dat is een nieuw fenomeen. Dat is de eerste keer dat wij in 2020 vaststellingen of dossiers binnengekregen hebben. En dat is over het niet reglementair overnachten op de openbare weg. Dat ging meestal over mensen die gingen parkeren, 's nachts gingen overnachten in hun camper, in hun mobile home of in de wagen. Waarom zeg ik dat het de eerste keer ook is? U weet misschien dat in 2019 de GAS werd uitgebreid in Brugge. Dus er kwamen zeer veel nieuwe reglementen bij waar dat GAS van toepassing werd. En vandaar dat dit ook eigenlijk nog maar recent kan gesanctioneerd worden met een GAS-boete. Nu, de rest verdeelt zich een beetje over de andere inbreuken. We zien, opvallend is bijvoorbeeld dat er zeer weinig inbreuken werden vastgesteld rond horecaterrassen. Maar dat is ook inderdaad logisch. Als de horeca gesloten is, is er ook niet veel aanwezigheid. Ook het gidsen, de georganiseerde toeristische wandelingen. Daar zien we dat het cijfer beduidend lager is dan vorig jaar. Ik denk dat het ook maar 1/4 is van wat we vorig jaar hadden. Maar ook daar, met het reisverbod, waren er beperkingen op het gidsen en het rondleiden in onze stad. Nu,
Wie doet die vaststellingen? Hey, we hebben drie categorieën. Enerzijds de lokale politie, de spoorwegpolitie en dan onze gemeentelijke vaststellers. U ziet dat die taart mooi in evenwicht is tussen de politie en de gemeentelijke ambtenaren. Politie deed voorgaande jaren iets meer vaststellingen, maar nu hebben de prioriteiten uiteraard ook een tijdje anders gelegen. Hadden zij ook veel meer taken, extra taken rond corona. Wat dat hier ervoor zorgt dat het een beetje gedaald is. En de gemeentelijke ambtenaren hebben een tandje bijgezet en hebben hier een inhaalbeweging gedaan. De spoorwegpolitie, die vaststellingen die afkomstig zijn van hen, die blijven al jaren stabiel. Het gaat hier over vier vaststellingen, toevallig allemaal wildplassers die in en rond het stationsgebouw betrapt werden. Nu, wie zijn dan die overtreders? Hoofdzakelijk gaat het nog steeds over mensen die woonachtig zijn in Brugge zelf. Daarnaast hebben we een aantal mensen uit andere provincies, andere steden en gemeenten. En waar dat we vorig jaar eigenlijk een wereldreis konden maken met de landen van de buitenlandse overtreders, beperkt zich dit nu eerder tot Europa. Wat ook logisch is door het reisverbod. De landen die je hier ziet, de buitenlandse landen, die zijn voornamelijk toch nog van net voor die eerste lockdown. Of mensen die hier het land toch doorkruist hebben op een of andere manier en nog overnacht hebben. De meeste dossiers worden opgemaakt ten aanzien van meerderjarige overtreders. Een 21% van de dossiers gaat over rechtspersonen. En 2% of 7 dossiers in dit geval waren voor minderjarigen. In verhouding is dat een beetje zoals voorgaande jaren. Die minderjarigen, je zou zeggen 7, dat is weinig en dat is ook zo. Maar dat cijfer ligt in normale, niet-coronatijden, is dat ongeveer het dubbele. Dat schommelt al een tijdje rond het dubbele. Dus ja, en als je weet dat minderjarigen voornamelijk wildplasfeiten plegen, dan is het ook wel logisch dat er hier wat minder feiten werden vastgesteld. Nu, aan elke minderjarige wordt een bemiddelingsvoorstel gedaan. Dus zij krijgen de kans om de schade te herstellen of op een of andere manier goed te maken. En hoewel dat dit ook laag is, slechts 3 personen zijn erop ingegaan, ben ik toch blij dat het bijna de helft is, want we zien dat cijfer jaarlijks dalen. Dus in 2020 zijn 3 personen ingegaan op een bemiddelingsvoorstel en hebben zij dat ook positief afgerond, met als gevolg dat de geldboete komt te vervallen. U over dat verweer gesproken, dus er was inderdaad zeer veel verweer ingediend. Maar ja, mensen hadden tijd. Meer dan ooit merken we ook dat los van het officiële verweer, want dit gaat hier echt om het officiële verweer dat geregistreerd wordt als van ik heb bezwaar, ik ben hier niet mee akkoord. Los daarvan merken we ook dat de mensen steeds meer de behoefte hebben tot een persoonlijk contact, wat dat vorig jaar en nu nog altijd wat moeilijk is. Nu, we hebben daar geprobeerd om daar in een creatieve manier mee om te gaan. Persoonlijk hebben we ze niet allemaal laten afkomen, maar we hebben dat dikwijls digitaal gedaan. En dan voel je wel dat de mensen toch een keer blij zijn dat ze hun verhaal kunnen doen en dat ze hun ongenoegen kunnen uiten op een of andere manier. Maar dus dan merken we wel dat dat meer en meer gevraagd wordt. Van het verweer werd ook het grootste aantal, ik ga diezelfde pictogrammetjes gebruiken, ingediend bij de dossiers waarin dat het ging over inbreuk op de afvalkalender. Daarnaast ook over het sluikstorten op openbare plaatsen. Dat gaat dus over grofvuil, maar dat gaat eigenlijk ook over kleine afvalinbreuken, over zwerfvuil. Dus dat is wat gemengd. We maken daar niet echt een onderscheid in. Het is in de openbare ruimte. We doen meer op locatie. Ondanks het geringe aantal dossiers van wildplassen zien we toch dat er 10 mensen verweer aangetekend hebben met betrekking tot wildplassen. Ik ga straks nog eventjes vermelden wat dat de reden dan was. En ook voor geluidsoverlast proberen mensen zich toch wel van die boete ervan af te maken.
En inderdaad, ook rond die loslopende honden krijgen we mensen die, het, ja, die er niet mee akkoord zijn, die het overdreven vinden enzovoort. De CIPO's die hangen een beetje samen met de vuurweermogelijkheden. We zien dus dat de grootste categorie van CIPO gaat hier over gegrond verweer. Of dus dat is eigenlijk verweer dat aanvaard wordt. Of waarvan dat we eigenlijk vinden dat er, ja, dat er niet echt sprake is van een inbreuk. Of dat de verantwoordelijkheid niet bij deze persoon kan gelegd worden. Heel vaak houdt het verweer samen met het feit dat er ofwel wegenwerken waren, ofwel een combinatie van beide. Wegenwerken, een ziekte bij de ophaaldiensten, want het is zo dat bij elk verweer dat er, wordt, dat er binnenkomt bij mij, die bezorgd wordt, dat wij ook een keer gaan checken bij en de vaststeller en bij bijvoorbeeld de ophaaldiensten, wat dat er eventueel kon fout gelopen zijn. En daar moeten we toch wel toegeven dat ook corona bij hen een grote factor geweest is. Ja, ze hebben dikwijls een keer hun ophaalrondes moeten aanpassen of zaten met personeelsgebrek, waardoor dat we eigenlijk wel moesten vaststellen dat ofwel het afval niet werd opgehaald, of dat het verkeerd of te laat of te vroeg werd opgehaald. Dus we kunnen dat de mensen dan ook niet kwalijk nemen, dat ze op den duur niet meer goed weten wat te doen. Nu, dat is echt, dat zijn echt wel de dossiers waarvan dat we eigenlijk praktisch 100% zeker weten van, kijk, het lag buiten de verantwoordelijkheid van die persoon. In wildplassen zagen we in 2020 ook vaak medische attesten verschijnen. Dus mensen die met een attest van een arts kwamen en die dus eigenlijk ook op dat moment die medische aandoening als verdachtende omstandigheid aankaarten. We hebben ook een aantal dossiers niet kunnen innen. En dat zijn dan de dossiers met buitenlandse overtreders. Ja, het is zeer moeilijk voor ons om die mensen aan te schrijven. We doen het keer op keer, maar onze brieven die blijven terugkomen. Adressen die niet gekend zijn. Brieven die gewoon zelfs ergens in het luchtledige blijven hangen, waar dat we niet weten waar dat ze zich op dat moment bevinden. Dus ondanks dat het aangeschreven gebeurt. Dus daar zitten we nog altijd met een lacune. We hebben ook positieve CIPO's natuurlijk. Dat gaat dan over die geslaagde bemiddelingen. En dan hebben we hier die grote categorie. Dat is eigenlijk, dat zijn dossiers waarvoor we een waarschuwing geven. Dus die dossiers worden dan eigenlijk afgesloten zonder geldboete, maar die krijgen wel een waarschuwing. En dat kan als antwoord zijn op het ingediende verweer. Dat wil zeggen dat we eigenlijk twijfelen daarover. Dus dat we ja, de persoon het voordeel van de twijfel geven. Soms denken we het onze ervan, maar bon, we kunnen het niet bewijzen. Hey, de sterkte die de politie heeft, dat zij bijkomend onderzoek kunnen doen, dat kunnen wij niet. Dat mag niet van onze gaswetgeving. Dus soms moeten wij de mensen ook gewoon geloven op hun woord. Maar als we echt twijfelen, dan handelen we dit af met een waarschuwing. Dus een waarschuwing als beslissing. Nu, er zijn een achttal dossiers waarvan ik zelf al de beslissing heb genomen om die mensen aan te schrijven en onmiddellijk alle waarschuwing te geven. Om die dus eigenlijk niet de ganse gasflow te laten doorlopen. Om die niet eerst een geldboete voor te stellen. Om dan achteraf dan toch die geldboete te laten vervallen. Maar eigenlijk al bij aanvang te beslissen van kijk, wellicht heb je dit niet opzettelijk gedaan. Wellicht is het een vergeteligheid geweest van u. Maar kijk, weet. Van je krijgt hier nu een waarschuwing, bij een volgende overtreding gaan we wel een geldboete toepassen. En dat zijn wel de dankbare dossiers, want dan merk je dat mensen in bijvoorbeeld 7 van die 8 gevallen krijgen wij een bedankingje van kijk, ja, hey, bedankt, want we hebben er echt niet op gelet, het was niet bewust en we zullen ons best doen. En ik denk dat dat ook wel zijn effect heeft. Een kleine opmerking hierbij, bij deze categorie, de waarschuwingen, die worden hier onder de noemer CIPO's geplaatst, maar wij zijn dus nu sinds 1 januari 2021 gestart met een nieuw softwarepakket voor de afhandeling van de gasboetes.
En in de toekomst zullen deze twee categorieën niet meer geclassificeerd worden als een CIPO. Die dossiers zullen voortaan als afgehandeld gedefinieerd worden, maar afgehandeld zonder geldboete. En dat is eigenlijk ook wel waar, want als je kijkt naar de definitie van een CIPO, dan valt dat er eigenlijk niet onder. Er is gewoon beslist van, kijk, er wordt hier geen geldboete voor uitgeschreven, maar we denken wel dat je schuld hebt aan deze inbreuk. Dus dat is een kleine opmerking. Naar volgend jaar zullen die cijfergevens dus iets wijzigen, iets veranderen, maar dan zullen we dat dan ook wel nog eens toelichten. Ik weet dat mensen altijd nieuwsgierig zijn naar wat die geldboetes dan eigenlijk inhouden. Nu, al jarenlang hebben we eigenlijk twee categorieën die eruit springen. Dat is een boete van €50 en €80. €50 wordt vaak toegepast voor kleine hoeveelheden afval. Eén afvalzakje die bijvoorbeeld foutief buiten geplaatst wordt. €80 voor grotere hoeveelheden of bij welplasdossiers. Dan hebben we €130 voor grof vuil en andere toepassingen. En dan de hogere bedragen zijn vaak bedragen die voor zwaardere inbreuken, zoals nachtlawaai of het plaatsen van hinderlijke voorwerpen op de weg of als horeca erin zit voor het niet respecteren van de terrasreglementen en dergelijke. Of het zijn bedragen die al gebruikt worden voor mensen die herhaaldelijk tegen de lamp lopen. In 2020 werden er dan in totaal 221 geldboetes uitgeschreven voor een totaalboetebedrag van €19.720. Ook dat bedrag ligt in de lijn van de voorgaande jaren. We hebben al meer gehad, maar we hebben ook al minder gehad. En ik zou graag jullie nog eens deze evolutie willen vaststellen, want hieraan kan ik ook zeer veel verklaren. Dus we hebben al meer gehad. Dat gaat dan over die uitschieters. En die twee uitschieters zijn 2016 en ook het jaar daarvoor, 2019. Dan zie je ook het totaal, het totaal aantal dossiers dat we ontvangen hebben, die toch wel opvalt. Nu, in 2016 zie je dat dit vooral te verklaren valt door het hoge aantal wildplasdossiers. En wildplasdossiers die ook al meteen een minimumboete krijgen van €80. Als je dat samen uitrekent, dan zorgt dat natuurlijk al voor meer inkomsten. Nu, er is toen beslist om daar extra op in te zetten. Verschillende werkgroepen en de lokale politie hebben daar dan extra aandacht aan besteed, extra patrouilles georganiseerd. En je ziet dat die cijfers nadien ook wel geleidelijk dalen. Nu, ik denk eind 2016 of begin voor 2017 is dan ook de installatie gebeurd van het sanitaire blok in de Kuiperstraat. En dit heeft een grote invloed gehad op die daling van die cijfers. Ook in 2019 hadden we een aantal uitschieters. Zoals ik al zei in het begin van mijn presentatie, ja, afval die gestegen was in 2019. En dan zien we ook die andere reglementen nog aan bod komen, zoals het gidsen, ook geluidsoverlast, maar ook de inbreuken op de horecaterrassen en straatanimatie. Nu, dat zijn natuurlijk juist die inbreuken die omwille van corona in 2020 niet veel werden vastgesteld door die maatregelen die werden opgelegd. Vandaar dat dit ook wel een invloed gehad heeft op het totaalcijfer in 2020. Ik ben ervan overtuigd, moesten wij een normaal jaar gehad hebben, dat wij wel hogere cijfers gingen kunnen voorstellen hebben. Want we waren eigenlijk in 2019 goed gestart met die uitbreiding en die nieuwe reglementen. Dus, maar je ziet dat we eventjes een terugval krijgen nu. Maar naar de toekomst toe zal daar zeker verandering in komen. Zo, dit was mijn presentatie. Als er vragen zijn, dan hoor ik die graag. Dank u, Eva. Ik had eigenlijk een vraag over uw laatste slide. Alcoholconsumptie, wat valt daar dan onder? Want ik zie dat telkens nul is al die jaren. Dat is eigenlijk een reglement die ooit in het leven geroepen geweest is. Ik denk in 2012, maar die dan opgeschort is. Die dus niet actief staat. Dus dat is iets dat... als ik me niet vergis, is dat iets dat, als dat noodzakelijk zou zijn, onmiddellijk terug in het leven kan geroepen worden, waar gas kan op toegepast worden, maar dat vandaag eigenlijk op de dag niet gebeurt. Ah ja, oké.
Okay, ja, dank u. We laten het erbij staan omdat het nog altijd kan, maar op vandaag niet gebeurt. En dat gaat dan over drinken op de openbare weg of zo? Dat klopt. Dat was op dat moment een probleem waaraan tegemoet moest gekomen worden. En nadien is dan beslist, dat was nog van voor mijn tijd, maar nadien is beslist om dit niet meer uit te voeren. Oké, ça va. Dank u wel voor uw antwoord. Ik zie geen andere vragen, dus hartelijk dank voor de presentatie ook. Graag gedaan. Prettige avond. En burgemeester, als het nog... Ja, dan kunnen we nu uitdrukkelijk overstappen naar een volgende presentatie. Met name de mededeling van het jaarverslag 2020 van onze ombudsman. Die al heel de avond mooi de vergadering zit te volgen. Inderdaad, met de nodige interesse. Ik ga mijn presentatie proberen te delen. Dat is nog maar de tweede keer in mijn lange carrière dat ik dat doe. Vorig jaar zijn we daarin geholpen, maar nu moet ik het alleen doen. Dus we zien even of dat lukt. Ja, nu begint het al goed. Is in orde, Mark. Ja, maar wacht, ik doe mijn best. We komen er. Kathleen had mij gezegd, je moet hem klaarzetten. Goed, ja, ik doe dat, maar dat werkt dus blijkbaar niet. Hij doet er wat lang over, zie ik. Ja, het is goed. Het is die voorstelling, ja. Vanaf begin. Zien jullie dat? Ja. Ja. Perfect. Maar ik zie jullie niet meer. Dat is natuurlijk wel een beetje vervelend. Maar goed, ja. Goed, ik ga even de... Dus zoals altijd begin ik met een aantal cijfers. Dan natuurlijk ook die vervloekte corona, die net als bij iedereen een grote invloed heeft gehad op de werking van de dienst Ombudsman. Ik doe dan wat de belangrijkste vaststellingen rond de cluster openbaar domein en de cluster omgeving. En dan vertel ik wat over enkele aanbevelingen waar ik een beetje trots op ben. Dus in 2020 hebben we 217 tweede lijnsklachten behandeld. Dat is dus net zoals in het GAS-rapport, ik moest lachen toen ik het hoorde, een daling met bijna 25% in vergelijking met 2019. En dat is dus eigenlijk het laagste aantal klachten ooit in de geschiedenis van de dienst Ombudsman, die in 1998 of 97, wat is het, opgericht is. Komt daarbij dat van deze 217 dossiers we er 57 opgestart hebben naar aanleiding van meldingen die niet tijdig afgehandeld werden. Dus die meldingen komen eigenlijk automatisch in onze mailbox terecht. Dus we hebben geen klacht van een burger nodig om daaraan te beginnen. En dat betekent dus in feite dat er slechts 160 burgers rechtstreeks een tweede lijnsklacht hebben ingediend bij de dienst Ombudsman. Wat natuurlijk wel heel weinig is. In de helft van die 217 klachtdossiers hebben we een tekortkoming vastgesteld. En het is de derde keer in onze geschiedenis dat de kaap van 50% gegronde en deels gegronde klachten en terechte opmerkingen wordt gerond. De vorige keren was dat vorig jaar in 2017 en in 2018. Dus het situeert zich allemaal in de jongste jaren. Goed, daalde het aantal tweede lijnsklachten fors, dan zagen we toch een stijging met 5,8% van het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening. Dus dat zijn mensen die eigenlijk met allerlei vragen, ook rond corona, met ons contact opgenomen hebben, maar die ook gewone meldingen doen. Dus wij blijven zoals altijd alle jaren sinds de stichting eigenlijk een belangrijke doorverwijzer naar het stedelijk meldpunt, naar de stadsdiensten, het OCMW, de politie enzovoort. Tellen we het aantal tweede lijnsklachten en het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening samen, dan kom ik uit op 1037 contacten, een lichte daling met 2,4%. Daar rechts zien jullie de top 5, dus openbaar domein staat bovenaan, gevolgd door cluster, klant, parkeren, politie, OCMB. Rechts zie je dan wel het verschil tegenover 2019, overal dalingen.
De ene al wat spectaculairder dan de andere. Je zult ook zien dat die grafiek of die tabel eigenlijk het aantal rechtstreekse klachten toont. Dat zijn het aantal klachten die rechtstreeks of alleen over die dienst gaan. Maar we hebben dan ook nog onze dienstoverschrijdende klachten. Dat zijn dan klachten waar verschillende diensten bij betrokken zijn. Dus dat is elk jaar een hele telling om zo'n tabelletje te maken. Goed, wat deed het aantal tweedelijnsklachten zo sterk dalen? Je ziet het antwoord bovenaan de slide. Dus het lijkt voor de hand te liggen dat de coronacrisis hierin een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Ik zag het ook in het gasrapport van Eva. Dus tijdens de eerste en de tweede lockdown lag het aantal tweedelijnsklachten zeer laag. Met mei 2020 als absolute uitschieter. Het is een beetje een raar woord. We hadden amper 6 tweedelijnsklachten op een hele maand tijd, nooit gezien. Dus 4 mogelijke verklaringen. Vanaf maart vorig jaar, want we zitten hier al zo lang thuis, zitten we dus verplicht thuis te werken en ontvangt de dienstombudsman in zijn kantoor in de Hoogstraat alleen nog verzoekers of klagers op afspraak. We vermoeden dat dat drempelverhogend gewerkt heeft. Dus wat betekent dat slechts 13 klachten, dus 6%, werden via een afspraak aan de balie ingediend. Als we dat vergelijken met 2019, dan was dat toch nog 64 dossiers. Dat was ook wel gedaald, 64 dossiers, maar toch nog 22,2%. Dus dat is toch een spectaculaire vermindering. De Bruggeling zocht weliswaar andere wegen om klachten in te dienen, vooral digitaal uiteraard. Ook telefonisch zagen we dat veel meer binnenkomen. Maar het blijft natuurlijk een open vraag hoeveel klachten niet werden ingediend omdat er geen vrije inloop meer was. Dus we moeten er rekening mee houden, zeker bij lage scholen en dergelijke. Niet iedereen is in staat zijn klacht via e-mail of zelfs aan de telefoon te verwoorden. Mensen komen nog eens graag hun klacht rechtstreeks aan de ombudsman en zijn medewerkers vertellen als dat dan wegvalt en je moet dan nog een afspraak maken. Dus ik denk dat dat wel een invloed zal hebben gehad. Tweede verklaring, het maatschappelijk leven viel stil. We hebben het ook gehoord in het gasrapport. Als er niet geleefd wordt, kan er ook weinig fout gaan. En als er niets fout gaat, dan kan je er ook niet over klagen. Dus de Bruggelingen bleven thuis, beperkte sociale contacten. Er was geen horeca, avondklok, dus ook geen uitgangsleven. Dus geen evenementen, musea geregeld dicht, toeristen weg. Dus dat kan allemaal ervoor gezorgd hebben dat er mogelijk minder voedingsbodem was voor tweedelijnsklachten. Maar er is meer. Dus je weet, een ombudsman mag niet gauw met bloemetjes gooien, maar dit jaar wil ik het toch zeker doen. Omdat ik heb vastgesteld dat de diensten zich in 2020 zeer sterk ingespannen hebben om ook tijdens de coronacrisis de kwaliteit van de dienstverlening te blijven verzekeren. Ik ben er zeker van dat wij allemaal ons vaak gefrustreerd gevoeld hebben over de strenge coronamaatregelen van de hogere overheid. Maar het aantal corona-gerelateerde klachten over de dienstverlening door de stadsdiensten, het OCMW en de politie, dat is eigenlijk relatief beperkt gebleven. Er zijn er maar een 30-tal. Het idee binnen de organisatie dat de ambtenaren, civil servants, dat is een uitvinding van Colin, beheidt dat we civil servants zijn die werken voor het welzijn van de Bruggeling. Ik denk dat dat aangeslaan heeft bij het personeel. Ik wil ook aandacht schenken aan de goed voorbereide informatica. Van de ene dag op de andere moesten wij thuiswerken. Dat is eigenlijk probleemloos gelukt, omdat de informatica-dienst dat thuiswerken al had voorbereid. Een geluk bij een ongeluk, maar goed, al die machinerie, dat werkte. Dus wij konden gewoon overschakelen naar thuis. Alles werkte zoals je in je bureau zat. En goed, de dienstverlening kon ook volledig verder gaan zoals je in het bureau of aan de balie zou zitten. En ik denk, alles bij elkaar, dat dat toch een gunstige invloed moet hebben gehad op het aantal tweedelijnsklachten bij de dienstombudsman. En dan, los van de coronacrisis, zie ik ook al enkele jaren dat de klantgerichtheid in de groep Brugge
Allee, we moeten dat zeggen dat dat stilaan hoge standaarden haalt. Dus ik ben al 15 jaar ombudsman. Ik zie het eigenlijk elk jaar tot mijn plezier verbeteren. We hebben ook jonge diensthoofden die daar allemaal zeer attent voor zijn. Dus bij veranderingen bekeken steeds meer diensten vooraf hoe zij klachten kunnen vermijden. Ik word daar ook wel vaak bij betrokken om bij veranderingen eens mijn advies te geven. En ik merk ook, zijn er toch klachten? Dat wordt daaruit geleerd om de dienstverlening te verbeteren. Maar vooral dus als men nieuwe dingen invoert, nieuwe procedures, dan zal men altijd al vooraf denken van oei, hoe kunnen we vermijden dat er klachten bij Mark terechtkomen? Dus men wil mij eigenlijk werkloos maken. Dat is eigenlijk de onderliggende reden. Maar goed, voor mij niet gelaten. Dus ik ga toch even door op die 30 corona-gerelateerde klachten. Dus dat was uiteindelijk een 14% van het totaal aantal klachten. Wat bedoelen we daarmee met corona-gerelateerde klachten? Dat is eigenlijk een verschrikkelijk woord, staat zelfs niet in Van Dalen. Dus dat zijn klachten die ofwel zeer rechtstreeks veroorzaakt zijn door de coronacrisis, of waarin de coronacrisis een zekere rol heeft gespeeld. Dat hoeft niet altijd een zware rol te zijn. Dus in die zin is 30 corona-gerelateerde klachten eigenlijk ook nog een beetje relatief. Mintus. De zorgvereniging Mintus werd relatief gezien het sterkst geconfronteerd met corona-gerelateerde klachten. Dus we hadden 10 klachten van Mintus. 6 daarvan hebben te maken met corona. Goed, dat is niet verwonderlijk. Mintus runt verschillende woonzorgcentra. En we weten allemaal dat het bezoek daar noodgedwongen beperkt moest blijven. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, denk ik, voor Mintus om een goed evenwicht te vinden tussen de veiligheid van de bewoners en de bezoekers en hun mentaal welzijn. En dat was zeker het geval toen het WZC Hallenhuis geconfronteerd werd met een uitbraak van COVID-19. Daar waren mensen die terecht eigenlijk op dat moment zeiden van ja, eigenlijk moeten wij daar altijd nog bezoek kunnen brengen met 1 persoon gedurende over een periode van 1 week moet altijd 1 persoon een bezoek kunnen brengen aan een familielid, hoe precair de COVID-situatie in het woonzorgcentrum ook is. Dat stond op dat moment, dat was in oktober, denk ik, op dat moment in de richtlijnen van het Vlaams agentschap. Goed, in WZC Hallenhuis was dat niet onmiddellijk het geval. Men heeft daar echt heel sterk op zeker gespeeld. Maar het goede van de zaak was dat eigenlijk na 1 week de volledige sluiting eigenlijk al achter de rug was. Dus in die zin viel het allemaal nog wel mee. Een klacht kregen we ook over de lokale dienstencentra. Die zijn ook tot half juni dicht gebleven. Daarna weer vanaf half oktober 2020. Waardoor zorg, vrije tijdsaanbod, sociale contacten deels wegvielen. En het oudere cliënteel had het daar moeilijk mee. En daar hebben we dus ook een klacht over gehad. Goed, er zijn verschillende lokale dienstencentra. Mintus had altijd een goed onderzochte reden waarom het centrum niet kon opengaan. Maar de communicatie over waarom bepaalde lokale dienstencentra moesten sluiten, dat was een beetje achterwege gebleven. Dat had beter gekund. Dus de mensen die eigenlijk cliënt waren in die betrokken lokale dienstencentra, die hadden weinig perspectief op wanneer hun dienstencentrum nu zou openen. Terwijl de lokale dienstencentrum die wel geopend waren, daar werd dan een beetje triomfantelijk over bericht van we zijn eindelijk weer open. Maar men zweeg een beetje over de lokale dienstencentra die noodgedwongen gesloten moesten blijven. Huis van de Bruggeling had ook enkele corona-gerelateerde klachten. Ook logisch, dus een 7 op 26. In de deelgemeentehuizen is dan het werken op afspraak ook ingevoerd. En daar hadden bepaalde personeelsleden, sommige personeelsleden in de deelgemeentehuizen pasten dat nogal strikt toe. Bijsturing door Severin Willems en haar coaches bleek nodig toen nietsvermoedende burgers zonder afspraak weggestuurd
teruggestuurd werden, terwijl er geen enkele andere klant aan het loket stond. Dat is een evenwichtsoefening, maar de hoofden van Huis van de Bruggeling hebben toch gezegd aan hun personeel van ja, kijk of je soepel daarmee kunt omgaan. Kan het zonder mensen met een afspraak te benadelen, dan kun je die mensen die nog niet gewoon zijn met een afspraak te werken in de deelgemeentehuizen, dan kan je die mensen, of dan moet je eigenlijk die mensen ook bedienen. Je kunt ze moeilijk naar huis sturen en zeggen, ja, allee, ga die eerste keer met op je computer een afspraak gaan maken en kom dan een keer terug. Goed, dat is in het begin wel gebeurd, maar dat is dan na bijsturing wel sterk verbeterd. We hebben dat eigenlijk niet meer gehad dan. Er was soms ook wel iets Kafkaiaans, dus twee corona-gerelateerde klachten hadden te maken met het afhalen van gratis huisvuilzakken voor het aanslagjaar 2019. Volgens het reglement moeten deze zakken voor 31 mei 2020 afgehaald worden. Maar na een lange coronasluiting gingen de deelgemeenten en het depot Walwijn, waar je die dingen kunt afhalen, dus pas begin juni 2020 weer open. En twee klagers die daar hun gratis huisvulzakken wilden afhalen, kregen ze niet mee, omdat de reglementaire termijn om ze af te halen verstreken was. Goed, ja, de mensen riepen overmacht in, omdat het deelgemeentehuis en het depot gesloten waren geweest en afhalen voor 31 mei niet mogelijk was geweest. Maar die argumentatie maakte, vreemd genoeg, in eerste instantie geen indruk. Die mensen zijn dan bij ons gekomen met goede argumentatie. Zijn we er dan toch in geslaagd dat de gratis zakken voor het aanslagjaar 2019 uiteindelijk toch nog afgehaald konden worden tot eind september 2020. De politie staat ook in het rijtje. Dat is ook niet te verwonderen. Met maar 4 op 17 klachten. 17 klachten voor de politie is een historisch laag aantal, korpschef. Ik wens u daarvoor te proficiateren. Goed, er zijn 2 klachten over de mondmaskerplicht. Die mensen voelen zich geviseerd door de politie omdat de agenten te straf zouden opgetreden hebben, omdat die mensen hun mondmasker niet droegen. Maar goed, 4 op 17 is natuurlijk bijzonder weinig. En ik denk dat ik daar met een gerust hart uit kan concluderen dat het lage aantal corona-gerelateerde klachten doet vermoeden dat de politie de coronamaatregelen evenwichtig handhaaft. Wel, een belangrijk punt is het probleem van de openbare toiletten. Dus ik hoorde in het gasrapport daar dat wildplassen. Allee, ik denk dat dat daar ook toch wel mee te maken heeft. Er is nood aan voldoende en ook hygiënische openbare toiletten. Dus we hebben een klacht gehad over een openbaar toilet. Ik zal hem niet specificeren. Waar men dus een beetje eigenlijk nog op de oude manier te werk ging met handdoeken. Met handstoffen handdoeken die dan door iedereen worden gebruikt. Allee, ja, er was een klager die terecht opmerkte dat dat eigenlijk in coronatijden niet kan. Hè. Dus goed, ja, nood aan voldoende en hygiënische openbare toiletten. Het is een uitdaging in corona. Ook in Zeebrugge hebben we daar opmerkingen over gehad. Dus het is wel iets om naar te kijken. Ik weet wel dat de stad daarmee bezig is, maar het is toch niet zo eenvoudig. Goed, dan laten we het verhaal van de corona even los. Kijken we even naar belangrijke vaststellingen. Net als vorig jaar is het overwicht van de cluster openbaar domein groot. Dus we hebben in totaal 101 dossiers behandeld, goed voor 46,5% van het totaal aantal klachtdossiers in 2020. Maar meer dan de helft van deze dossiers, 54, dat waren meldingen van burgers en gemeenschapswachten die de dienstombudsman moest overnemen omdat ze dus de maximale behandelingstermijn van 60 dagen niet hadden gehaald. En ja, goed, als dat zo is, dan kan ik niet anders dan de meeste van deze dossiers gegrond of terecht verklaren. Ik weet het wel, op een totaal van meer dan 9000 meldingen voor de cluster openbaar domein zijn 54 overgenomen meldingen niet veel, dat is zeker geen ramp, maar ze trekken wel het klachtenbeeld van de cluster scheef en eigenlijk ook mijn rapport. Vandaar dat de ombudsman vrij recent de cluster openbaar domein 3 aandachtspunten, ik vermeld die
Lima 2, heeft aangereikt waarop verder gewerkt moet worden om het aantal overgenomen meldingen te doen dalen. En eigenlijk ook die slechtere perceptie van het werk daar niet, om daar eigenlijk iets aan te doen. Hè. Dus belangrijk is bijvoorbeeld een betere doorstroming, dat is wel essentieel, van informatie tussen de sectoren. Je weet dat de cluster openbaar domein opgedeeld is in geografische sectoren. Dus de doorstroming van de informatie tussen de sectoren en het secretariaat over de afhandeling van de meldingen, dat kan nog beter. Hè. Dus meestal voeren de sectoren die herstellingen wel uit binnen de 60 dagen, maar de communicatie over het feit dat die meldingen afgehandeld zijn in het veld, ja, dat werkt blijkbaar niet altijd even goed tussen de sectoren en het secretariaat, waardoor eigenlijk de melder dan geen antwoord krijgt over wat met zijn melding is gebeurd. En dat is toch een doelstelling van het meldpunt. Dus de doelstelling van het meldpunt is niet alleen binnen de 60 dagen herstel, maar ook communicatie naar de melder over wat er met zijn melding is gebeurd. Dus een melder doet niet altijd een melding van voor zijn voordeur, maar meldt ook problemen van losliggende tegels en andere zaken, ook ver buiten zijn woning. Dus is het maar een uiting van behoorlijk bestuur, dat de melder eigenlijk ingelicht wordt over wat de stad met zijn melding heeft gedaan. Daarop aansluitend eigenlijk ook, ik schrijf het hier ook, de communicatie met de melder kan nog kwalitatiever. Hè. Dus men beseft soms te weinig dat de zinnetjes die men intypt in het meldpuntprogramma, dat ook die zinnetjes zijn die naar die burger overgaan. En soms zijn die zinnetjes ofwel zeer, zeer kort, ofwel een beetje, daar moet wel wat meer aandacht naar gaan. Dan de cluster die het eigenlijk het spectaculair, moet ik zeggen, beter heeft gedaan dan in 2019. Dat is eigenlijk de cluster omgeving. Er is daar een forse daling van het aantal klachten. Er zijn er maar 7 in 2020 tegenover 23 in 2019. Goed, ik heb natuurlijk gedacht van dat is waarschijnlijk omdat er veel minder omgevingsvergunningsaanvragen zijn door de lagere economische activiteit enzovoort. Maar dat blijkt eigenlijk niet zo. Dus dat aantal omgevingsvergunningen, het aantal aanvragen lag wel iets lager, maar ook niet zodanig laag. En het aantal uitgereikte omgevingsvergunningen is eigenlijk vrij gelijk. Dus goed, de coronacrisis lijkt in die forse daling van het aantal klachten niet zo'n grote rol te hebben gespeeld. Wat heb ik vastgesteld? U herinnert dan misschien nog dat ik vorig jaar vertelde dat er was het 400 keer op een jaar was men er niet in geslaagd. Oh, het Huis van de Brugging was er niet in geslaagd in een 400-tal keer in 2019 om mensen door te verbinden naar de achterliggende dienstruimtelijke ordening. Dat was natuurlijk een spectaculair aantal. Ik denk dat men daar toch wel wat van geschrokken was. En ik zie dat er daar nu in 2020 geen enkele klacht meer over binnengekomen is. Dus de telefonische en digitale bereikbaarheid van de DRO, dienstruimtelijke ordening of clusteromgeving, is geoptimaliseerd, klachten naar Nihil geëvolueerd. Er zijn wel nog enkele klachten over een gebrekkige communicatie. Dat is wat voor de DRO de voorbije jaren altijd al een beetje een probleem was. Dus het tijdig beantwoorden van vragen van burgers en dergelijke, informatievragen, meldingen. Goed, dat waren nu ook maar 5. Dat is ook niet zo spectaculair. Maar goed, 5 van de 7... Het blijft een beetje de communicatie blijft zo'n beetje een teerpuntje voor clusteromgeving. Maar ondertussen is daar ook aan geremedieerd. Is een nieuw team inlichtingen en administratie opgericht onder leiding van Martin Franks. Je ziet het verbeteren. En hier ligt dus ook nog een opdracht voor dat nieuwe team. Ik denk dat ze dat ter harte nemen. Een goede zaak. Ik heb dat altijd de voorbije jaar wat impliciet verwoord, omdat ik een voorzichtige ombudsman ben. Maar goed, de splitsing tussen de administratie en de architecten Oostmeershuis van de Bruggeling, dat heeft mij nooit een goede oplossing geleken. En het feit dat men nu terugkeert allemaal naar de Oostmeers, ik denk dat het een goede zaak is en dat dit alleen maar de dienstverlening zal verbeteren. Dan sta ik nog even stel bij een aantal aanbevelingen. 2 ervan gaan over het parkeren.
Dus parkeren evolueert ook in goede richting. Dus in 2018 waren er nog 41 tweede lijnsklachten. In 2019 waren er 27. In 2020 21, dus een verdere daling. Corona kan een rol gespeeld hebben, aangezien er een tijdje niet moest betaald worden voor het parkeren in de binnenstad. Dus waren er waarschijnlijk ook dan minder, men kon dan minder klagen over de retributies, waardoor dan ook wel weer minder tweede lijnsklachten zullen gekomen zijn bij ons. Maar goed, één belangrijke aanbeveling is toch deze, dat houders van een bewonersvergunning voortaan 5 werkdagen de tijd krijgen om deze aan te passen aan hun nieuwe nummerplaat. Vroeger was dat niet. Je moest eigenlijk bijna onmiddellijk, als je een nieuwe nummerplaat had, moest je dat eigenlijk onmiddellijk ofwel gaan melden aan de parkeerwinkel, ofwel via de website of per e-mail doorgeven aan de parkeerwinkel. Ja, goed, dat lijkt mij toch een beetje van het goede te veel. We hebben ferm geargumenteerd met de dienst mobiliteit, die misschien ook wel nog aan het meeluisteren is. Uiteindelijk heb ik toch het college aan mijn kant gekregen en retributies in deze periode worden geannuleerd. Wat ik ook zag was dat het parkeerbedrijf OPC Series, goed, we werken daar niet mee, maar in 2020 was dat nog het geval. Ik stelde vast dat de parkeerwinkel of het parkeerbedrijf bij het uitsturen van herinneringen en laatste waarschuwingen voor onbetaalde parkeerretributies nooit geen overzicht gaf van de openstaande schuld. Toen parkeerretributies nog behandeld werden door de dienst Financiën, werd dat wel altijd gedaan. Dus wat is het oorspronkelijke bedrag van de retributie? Wat zijn de administratiekosten en wat is het totaal? Bij OPC Series was dat niet zo. Je kreeg een globaal bedrag, waardoor voor de burger niet altijd duidelijk was van waar komt dat bedrag nu eigenlijk vandaan. Concreet was het iemand die in plaats van €30 te betalen, €25 had betaald, omdat ze oorspronkelijk van Oostende was. Dus had eigenlijk €5 te weinig betaald en dat gaf dan vrij curieuze herinneringen waar de mens daar werd op gewezen dat ze nog €5 moest betalen, maar die mevrouw was totaal in de veronderstelling dat zij het correct had betaald. Dan kwam de laatste waarschuwing, plotseling was het dan €22,5. Die mevrouw zei weer van waar komt dat vandaan? Dat waren natuurlijk die €5 plus de administratiekosten. Allee ja, het is een beetje het getuigde van weinig behoorlijk bestuur dat overzicht van de openstaande schuld er niet bij zat, terwijl dat bij de dienst Financiën wel altijd het geval was. Ik heb toen aanbevolen aan OPC Series om dat zo snel mogelijk in orde te maken. Dat was heel moeilijk. Ze hebben dat niet gedaan. Maar nu we dus de parkeerwinkel zelf runnen, heeft de dienst Mobiliteit, Koen van Steeland en consorten onmiddellijk die aanbeveling weer geactiveerd. En dat zit op de juiste weg. Dan had ik ook nog wel een belangrijke aanbeveling voor de cluster openbaar domein in verband met die meldingen. Men durft wel nog eens meldingen parkeren met dooddoeners van wij parkeren uw melding omdat we nog met het onderzoek bezig zijn. Ja, oké, als je dat op de 60ste dag parkeert en je stuurt dat berichtje dan naar de burger, ik denk dat toch niet al te goed overkomt. Dus heb ik gezegd van kijk, parkeer meldingen alleen met een gegronde en een concrete reden. Dat was eigenlijk altijd al zo. En gebruik geen dooddoeners als reden om een melding te parkeren. Zo, dat zijn een beetje de belangrijkste punten. Ik weet niet of er nog vragen zijn over het jaarverslag van de Ombudsdienst. Dank u wel voor de zeer uitgebreide toelichting. Ik zie geen vragen staan, collega's. Going once, going twice. Als iemand nog een opmerking heeft of een vraag over de klachten van de Ombudsman, voilà, zeer volledig, inderdaad, zoals ik al zei. Dus dank u, vrienden, voor de tijd en uw moeite. Ja, en dan geef ik terug het woord aan de burgemeester voor de laatste presentatie van de avond. Ja, ik vraag me af, mevrouw de voorzitter, of ik dat nu nog moet doen. Want uiteindelijk, we zijn al 2 uur weg. Er is nog 1 dossier dat ik ook moet behandelen, die eigenlijk in het begin van de agenda stond. Dat is eigenlijk in het kader van corona, de overeenkomst met de Vlaamse gemeenschap, die een addendum krijgt. En ik zou die dat toch wel absoluut willen ook behandeld willen zien in het BREC. Maar bon, ik kan uiteraard ook het meerjarenplan, maar ik weet ook dat de fractieleden zitten te wachten om nog een vergadering te houden. Wil ik kort
dat punt over het meerjaren, over de corona, neem ik aan dat er daar geen vragen over zijn. Dat is eigenlijk een addendum over de subsidiering die wij krijgen vanuit Vlaanderen om dus aan sensibilisering te doen rond vaccinatie en opvolging en dergelijke meer. En omdat dat een addendum is aan de reeds goedgekeurde overeenkomst, moet dit nog een keer voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Akkoord? Oké, akkoord. En dan het opvolgingsrapport. Ja, dus voor de eerste keer dat dit wordt voorgelegd, het totale opvolgingsrapport is eigenlijk... omdat we nu eigenlijk met de geconsolideerde jaarrekening staan van stad en OCMW samen, wordt eigenlijk gekeken waar we staan. En het, de PowerPoint die ik daarvoor heb gekregen vanuit mijn administratie is denk ik ongeveer 50 bladzijden. Dus als ik dat nu allemaal moet overlopen, dan zijn we hier wel nog een uurtje bezig. Ja. Eigenlijk zou ik eigenlijk willen voorstellen om dat nu... niets meer te doen. Eventueel, de jaarrekening op zich komt in de gemeenteraad, tenzij dat je absoluut wenst. Maar eigenlijk is dit hier eigenlijk een stand van zaken waar we staan met de beleidsnota en wat al gerealiseerd is en nog niet gerealiseerd is. We kunnen dat eigenlijk ook inhoudelijk, want dat was alleen maar voor het BREC dat dit zou voorkomen. Wij kunnen dat zeker en vast aan u allemaal bezorgen, dit rapport. Of dus die slides. Ja. En dan ook bespreken, want dit komt uiteraard bij de goedkeuring van de rekeningen 2020 komt dat aan bod. Maar we kunnen het dan ook inhoudelijk nog bespreken in het bereik van volgende maand. Ja, volledig akkoord. Ja. Of kunnen we dat volgende keer bespreken. Oké, akkoord. Akkoord. Voilà, dan kunnen we hier afronden. Ja. Dank u iedereen. Zij zijn nog een aantal punten in de geheime zitting of de gesloten zitting.